Zaterdag 25 november, lieve mensen. Welkom bij Wenneker Live. En u weet het, onze variatie in presentatie is grandioos. En naast mij zit Mandy. Mandy, goedemorgen. Goedemorgen, Jan-Willem. Waar kennen we je van? Mandy op de markt. Mandy op de markt. Ja, weet je nog? Ik weet het nog. En een jaar geleden ongeveer hebben wij samen ook Sinterklaas gedaan. Ja. Dus het is alweer een jaar geleden dat ik hier heb gezeten. En ik heb er zin in. Ja, je bent net een militair die op herhaling komt, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja, je had je weg geweest, maar we zijn er weer. Nou, er we gooien gelijk in het diepe, want onze weerman Tom Bruin kan met iedereen over het weer praten. Dus ook met jou. Ja, ik heb al gehoord dat je aardig babbelt, dus dat komt helemaal goed. Nee, Tom, blik even terug op vorm van de week. Ja. Het was redelijk goed. Wat regen na. Ik ben een beetje snotterig, ik denk dat je het hoort. Ja. Maar vertel. Nee, ik hoor het niet. Nee? Het is heel sterk wisselvallig weer geweest. We hadden inderdaad een uitschieter op donderdag met 14 graden tegen de 15 aan. Er is zelfs een dagrecord is er gevallen op het station. En zullen de mensen weer gelijk zeggen van ja, dat komt door klimaatsverandering. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Het heeft allemaal te maken met de aanvoer van luchtsoort. En de ene keer worden we door de koele en koude lucht overheerst. En de andere keer weer door de zeer warme lucht. Dat was het geval. Er lag een depressie boven de Britse eilanden. Aan de voorzijde werd rechtstreeks warme lucht aangevoerd vanuit Frankrijk en Spanje. En dat is nou eenmaal een gebied waar op het ogenblik nog steeds warm weer heerst. Nog steeds Zuid-Spanje 20 graden. Ja, en dan hebben we dat. Maar het is eigenlijk een eendagsvlieg, want daarna is het alweer voorbij. Want dan zit het koufront, dat komt alweer via de Britse eilanden ons land binnen. Ja, en daarna zakte het dan ook direct alweer naar 11 graden. En nou ja, dat... En dat, het is een wisselend weerbeeld en dat blijft zich herhalen in deze tijd van het jaar. Nou, met de stormen valt het gelukkig nog mee. Maar kijk, alles wordt bepaald door de ligging van hoog- en lage drukgebieden. En een overheersend hoge drukgebied wat nu ligt, dat ligt in Spanje, Frankrijk. En dat heeft zo'n uitloper naar de Atlantische Oceaan. Aan de noordflank daarvan, van dat hoge drukgebied... daar zijn stevige depressies en die trekken dus van west naar oost. Nou, vandaag ook. Er kan een enkele bui, er kunnen vanmiddag een paar buien vallen, maar het valt best wel redelijk wel mee. We hebben eerst de zon nog. De temperatuur die is de afgelopen nacht zo tot 4 graden gedaald. Nou, vanochtend was het 4, 5 graden. Maar we hoeven ook niet meer dan 7 of hooguit 8 graden vandaag te verwachten. Dus we krijgen zo nu en dan de zon erbij, maar ook wisselend bewolking. En in de middag kunnen er een paar buien vallen. Daar kan zelfs een klap onweer bij zitten of een natte sneeuwvlok. Het hoort erbij, want de bovenlucht is vrij koud. De aankomende nacht dan daalt het kwik in de kustgebieden tot zo'n 4 graden. Maar landinwaarts gaat dat inderdaad weer naar het vriespunt toe. Het heeft ook al regelmatig in de nacht gevroren. Maar dat is voor november niks bijzonders. En dat is dan vooral in het binnenland en vooral bij windstil weer. Morgen krijgen we een beetje een herhaling van de verzetten. Er kunnen ook een paar buien weer vallen, maar ook de temperatuur, of ook de zon die is weer te zien. En de temperatuur komt weer eveneens op 7 of 8 graden uit. Maar, nou komt het, want het blijft sterk wisselvallig weer. En de vooruitzichten tot en met dinsdag, die liggen eigenlijk in de volgende lijn. Maandag en dinsdag hebben we echt verregende dagen. Dat wil zeggen, vooral maandag is het somber en valt regen. De temperatuur die kruipt dan iets naar 9 of 10 graden op. Er staat af en toe veel wind. Hard tot stormachtig. Misschien dat er weer windstoten bij komen. En vanaf woensdag dan gaat de temperatuur toch weer een stukje naar beneden. Weer 7 graden overdag. In het begin wat een paar buien en later komt de zon er weer bij. Dus het blijft sterk wisselvallig weer. Oké, maar als dat zonnetje erbij komt, wordt het weer een beetje wintersportachtig. Dat noemde ik het afgelopen donderdag. Ja, maar dan moet je even je blik naar de Alpen richten. En daar hebben natuurlijk karrevrachten sneeuw zijn er de afgelopen tijd gevallen. En dat komt ook door die noordwestcirculatie achter die depressies heen over die Alpen. En dan krijg je daar... Het is echt een prachtig sneeuwtapijt. Ja. En misschien dat. En waarschijnlijk dat hierna weer gaat gebeuren als die wind weer naar de noordwesthoek gaat. Maar goed, het blijft kortom wisselvallig weer, gemiddeld 8 graden. En daar moeten we het mee doen. Ja, dus we moeten op ons fietsje toch echt onze sjaal en mutsen weer aan gaan doen, Jan-Willem. Gebreide onderbroeken. Ja, zeker. Thermo-ondergoed. Ja. Yes. Oké, Tom, we gaan het ermee doen. Dus zeker. Ik wens je weer een fijn weekend toe. Dankjewel. Tot volgende week. En de volgende week en ook de luisteraars. Dankjewel, Tom. Hoi, hoi. Gerard Duivenstein is fysiotherapeut hier in Frankeland. En heeft een beetje, zeg ik het goed, corrigeer me als het niet zo is, deze dag ook op zijn geweten. Jullie zijn hier in Frankland begonnen met therapie voor mensen met Parkinson op muziek.
Ja, we zijn een aantal jaren geleden vanuit eigenlijk het niets begonnen met bewegen. Wat ondersteund werd door de pianist Martien van Oostrom, een muziektherapeut. En we zijn de mensen laten bewegen. En wat we zagen is dat de mensen eigenlijk steeds beter gingen bewegen en dat langer volhielden. Dat was heel leuk, maar dat was natuurlijk maar voor een hele beperkte groep. Alleen de mensen die op dat moment bij ons aanwezig waren. Toen hebben we gezegd, dat willen we gaan uitbreiden. En zo is het idee ontstaan om dat op cd te zetten. En de cd is dus gaan heten Dr. Beat. Waarbij we dus muziek heel specifiek met de ritmes voor de Parkinson patiënt hebben ontwikkeld. En ook bewegingen voor de Parkinson patiënt hebben ontwikkeld. Want Parkinson is een hele specifieke ziekte. Een ziekte waar je ook langzaam problemen krijgt met bewegen. En juist voor die ziekte is deze therapie zeer geslaagd. Ja, het is een hele geslaagde therapie. Wat je bij Parkinson patiënt ziet, is dat de bewegingsuitslag kleiner wordt bij het bewegen. Maar ook het ritme wordt trager. Wat is bewegingsuitslag? Als je dus van zo naar zo gaat, heb je een maximale bewegingsuitslag. Die wordt steeds kleiner bij een Parkinson patiënt. Als je nu muziek opzet, dan blijft dat ritme bestaan, maar ook de bewegingsuitslag blijft bestaan. En daar zien we dus hele duidelijke verschillen tussen met muziek en zonder muziek. U refereerde eerder aan wetenschappelijk onderzoek waaruit inderdaad opbrengsten van deze therapie blijkt. Kunt u wat voorbeelden geven wat er bereikt wordt? Nou, wat je op een gegeven moment ziet is dat door het bewegen emoties vrijkomen. Dat hebben we vanmiddag ook in de zaal heel duidelijk kunnen zien. Door het bewegen wordt het geheugen gestimuleerd. Mensen nemen initiatief. Wat ik ook als voorbeeld noemde, zet maar een Radetzky-mars op en de mensen gaan zitten klappen. Dus het roept heel veel dingen op. Dus muziek roept dingen op in de hersenen, maar ook het bewegen roept dingen op in de hersenen. En dat samen geeft natuurlijk een enorme activiteit in die hersenen. Is dus eigenlijk optimaal voor Parkinson-patiënten. En jullie doen dat niet alleen vanmiddag of op cd, maar ook op vaste momenten in de week als therapie voor bewoners en misschien ook voor mensen van buiten? Wij hebben hier een dagbehandeling met Parkinson mensen. Dus we zijn daar gespecialiseerd in en daar hebben we verschillende groepen. En daar wordt dus Dr. Beat gebruikt als oefentherapie. En daarnaast doen we het op de afdeling waar ook Parkinson mensen zitten boven. Maar 2 jaar geleden zijn we ook gestart met meer bewegen voor de mensen in het verpleeghuis op andere afdelingen. En ook daar geeft Dr. Beat een stukje ondersteuning bij het bewegen. En dat maakt het bijvoorbeeld ook voor de verzorging wat makkelijker. Ze kunnen Dr. Beat opzetten, ze hebben het boek erbij en ze kunnen zo het hele repertoire afdraaien. En je ziet dat de mensen daar lol in hebben. Zo mensen, u bent weer terug bij Wenneke Live hier vanuit het Wennekerpand op zaterdagochtend. U weet het, dan doen we een programma, daar besteden we aandacht aan alles. Voor de mensen die zojuist hebben ingeschakeld, naast mij Mandy. Yes. Dus de presentatie is in ieder geval weer helemaal gemengd. Hè? Zo hoort dat ook, hè? Ja. Heb ik begrepen hoor, van mensen die er verstand van hebben. Maar we gaan praten over het AOV. Dames, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ja, bij u mevrouw De Groot denk ik altijd aan het AOV. Maar bij mevrouw Post denk ik aan een andere partij. De dames hebben elkaar gevonden, denk ik. Nou, dat hebben we al een hele poos hoor. Hele tijd, ja. Het broeide al wat moois. Nou ja, vanaf het begin dat Katelijn bij de raad begon, is leven er ook begonnen. En dus we hebben altijd een goede klik gehad. Ja. Dus dat is al langer dan 20 jaar. Het politieke landschap is zwaar aan het veranderen. Je ziet ook in Schiedam dat veel partijen elkaar opzoeken. Ja. En vinden dus. En vinden dus, hè? Heel goed. Hoe verklaart u dat? Nou, ik denk dat we het een beetje zat zijn dat er zoveel versplinteringen in Schiedam plaatsvinden. We hebben nu 14, 15 fracties in de raad zitten. Dat is gewoon geen werkbare situatie. En je ziet gewoon dat heel veel partijen toch elkaar nodig hebben om iets voor elkaar te krijgen. Nou, AOV en Leefbaar Schiedam hebben de afgelopen raadsperiode heel veel dingen samen gedaan. Begroting, zomernota, moties, schriftelijke vragen. En doordat we toch heel veel dingen voor de Schiedammer doen, ook gezamenlijk voor de Schiedammer doen, heeft dat tot iets moois geleid. Ja. Nou is het zo, mevrouw Post, dat er wordt al een half jaar minimaal geroepen van ja, maar ze gaan nu wel samen, want er komen waarschijnlijk 2 partijen bij, DENK en de PVV. Nou, voor dat laatste kunnen we kort zijn, want er komt geen PVV. Nee, maar daar waren wij bang voor, dat de PVV erbij zou komen. Maar was dat voor jullie een aanleiding om elkaar op te zoeken in de politiek? Met name nu echt door te zetten? Nou, daarna is dat pas gaan spelen. Ja. Toen wij het bekend hadden gemaakt dat wij niet zouden meedoen met de verkiezingen, hadden wij daar onze reden voor. Ja. En ja, toen zijn er 3 partijen geweest die aan mij gevraagd hebben, doe jij mee met ons? Ja. Vind ik heel eer dat ze dat doen.
Nou, en daar was Katelijn ook bij. Dus ik denk, ja, ik ga toch liever voor de plaatselijke partij, voor de Schiedammers. Ja. Mevrouw de Groot, waarin verschilden met een D verleden tijd jullie partijen toch wel een beetje? Nou, voor de buitenwacht leek het alsof wij alleen maar de oudere doelgroep in ons vaandel hadden. Maar ik heb altijd gezegd, want ik ben ooit het jongste raadslid van de AOV in Nederland geweest. Van de jongeren vandaag is de ouder van de toekomst. We zijn voor alle doelgroepen in Schiedam en we zijn vooral voor de echte Schiedammer. Nou, daar hebben we elkaar gewoon in gevonden. En gebleken is gewoon de afgelopen periode dat er zoveel overeenstemming was. Dat het eigenlijk niet anders kon dan dat we met een samenwerking nog verder zouden gaan. Ja. Bij uw partij lag het iets anders. Een tijdje geleden werd er aangekondigd dat de partij zou ophouden te bestaan. Nee, niet ophouden, we zouden niet meedoen met de verkiezingen. Je zou niet meedoen met de verkiezingen, maar jullie zijn nu uit elkaar een beetje aan het vallen. Meneer Villerius heeft meneer Rozen gevonden. Ja. Die gaan los beginnen. Ja. Waarom heeft u niet voor die club gekozen? Omdat wij hebben wel vaker met gemeentebelangen probleempjes gehad die bij ons komen en dan met de zetel weggaan. En daar hadden wij geen trek meer in. Nee. Dus we hebben gezegd, gemeentebelangen komt er bij ons niet meer in. Ja. En hun denkbeeld is ook heel anders dan wij. Op welk gebied? Hun zijn veel rechtser. Ja. Rechtser. En ja. Wij zijn midden. Ja. Wij zijn de sociale partij. Ja. Nou, wij willen ook niet met Rotterdam leefbaar vergeleken worden. Oké, okay. Nou was er vorige week een andere politieke partij in dit programma. Ja. Daar was ik niet bij. Maar die meneer die daar zat, die zei, we moeten eens af van dat links en dat rechts denken. Ja, we moeten gewoon sociaal denken. Mensen zijn mensen. We zijn hier Schiedammer. Ja, waarom bent u dan niet bij hen aangesloten? Nee, omdat ik voor alle Schiedammers sta. Ja, dus we hebben aan de ene kant het begrip alle Schiedammers. En aan de andere kant het niet meer links en rechts denken. Nou, het algemeen belang. En daarom is die A van de AOV ook zo belangrijk. Ja. Algemeen. Ja. We zijn voor alle Schiedammers. En ja, maar dat zegt u, hè? Maar laten we nou jonge mensen nemen. Wat kunt u dan als partij, als AOV, voor jonge mensen betekenen? Nou, heel duidelijk wat er op dit moment ook gewoon nodig is. Dat er bij de opvoeding en bij de scholing dingen meegenomen worden. Waardoor de jongeren inderdaad beter voorbereid zijn op de toekomst. Ja. Geef nou eens een voorbeeld, want dat klinkt mooi, hè? En dat bedoel ik niet onaardig. Maar ja, dan denk ik, wat bedoelt u daar nou mee? Nou ja, je ziet zelf hoeveel jongeren er moeite mee hebben om een keuze te maken voor hun toekomst. Waardoor ze op latere leeftijd met heel veel problemen te kampen hebben. Ja, en wat kunt u daar dan aan doen om dat te voorkomen? Dan kan je bijvoorbeeld bij de opvoeding thuis, dus zeg maar, hè, via ouders zou je al dingen kunnen doen. Maar ook vooral via school zou je kinderen zeg maar extra keuzes kunnen geven, extra begeleiding kunnen geven. Waardoor dingen wat makkelijker gaan, waardoor ze ook meer begeleiding krijgen. Want het is heel belangrijk dat kinderen hun school afmaken en ook een keuze maken voor de toekomst, voor een beroep. Maar is natuurlijk een algemeenheid. Natuurlijk is het goed dat kinderen hun school afmaken. Natuurlijk is het goed dat je ze voorbereidt. Maar ik probeer echt letterlijk in te denken van wat kan je dan als partij doen? Moet je dan aanbellen en aan die ouders vragen, voedt u uw kind wel goed op en zorgt u wel dat het diploma krijgt, mevrouw Post? Nee, zo werkt dat niet. Nee. Maar we kunnen dus wel, dat heb ik in de vorige uitzending ook al uitgelegd, dat we dus beginnen met de groep 7 en 8, die dus klaargestoomd worden voor het middelbaar onderwijs. En die kinderen die er een klein beetje onder de trap hangen, om die een beetje proberen bijles te geven, dat ze het ook gaan redden. Maar dan gaat u gaat zich bevinden op het terrein van de onderwijzers. Van de onderwijzers, ja. En vinden zij dat prettig, denkt u? Dat weet ik niet, maar je kan ook een soort zomerschool gaan doen. En er zijn altijd onderwijzers die niet op vakantie gaan en die dat wel willen doen. Ja. En dan heb ik ook nog de PABO, die dan stage lopen en die zich dan met die kinderen gaan bouwen. En als we dan middelbaar onderwijs, hè? Ja. Bijvoorbeeld, ik studeer zelf ook nog. Ik vond het heel lastig toen ik van de HAVO afkwam om zelf iets te bedenken wat ik dan ging doen. Wordt het daar dan ook al aangepakt? Dus niet alleen op de basisschool? Ja, ik zit niet in het onderwijs. Nee, hè? Maar het is wel zo dat de gemeente bij kan dragen aan onderdeeltjes in dat onderwijs. Ja. Zodat er extra aandacht komt voor dit soort problemen. Want heel veel jeugd gaat naar school, haalt zijn diploma, HAVO, VWO. En heeft geen idee wat ze verder in het leven moeten gaan doen. Maar daar is het ministerie van Onderwijs verantwoordelijk voor. En u toch niet als politieke partij. Nee, maar ik denk dat wij als gemeente Schiedam voor onze Schiedamse jongeren wel degelijk iets bij kunnen dragen. En dat is een kwestie van een goede basis voor ze scheppen. En ook mogelijkheden voor ze creëren. Dat ze ergens terecht kunnen op het moment dat ze zeggen van, we hebben geen idee en hoe moeten we verder. Ja. Maar dan even naar jullie eigen doelgroep, het AOV. Het woord ouderen zit daar toch echt in, dus daar kunnen we niet omheen. Nee. Wat voor beeld heeft u van de ouderen gemiddeld in Schiedam, dames? Eenzaamheid, daar zijn we dus nu al veel mee bezig om de mensen dus, huis aan huis doen we dat, hè. Gaan we dus bij de mensen langs, kijken, vragen van hoe redt u zich en dan kan je gelijk signaleren
hoe de mensen leven. Vervuilen ze niet, vereenzamen ze niet. Maar dat is een feit. Ja. U weet dat dat zo is. Ja. Maar wat gaat u dan nu als AOV concreet doen? Nou, ik ben dan zo, dan stap ik erop af en dan zorg ik dat de instanties die mensen gaan helpen. Ja. En dat kan je niet in de raadzaal doen, maar dat moet je buiten doen. En dat noem ik veldwerk. Maar dat is wel een hell of a job, om het lelijk te zeggen. Dat doe ik dus al 3 jaar zo'n beetje. Ja. Maar u weet hoeveel mensen er eenzaam zijn naar de omstandigheden? En iedereen die je helpt, is er één. Ja. Dat ben ik met u eens. Kijk, je kan ze niet allemaal helpen. En er zijn ook zat ouderen die denken van, ja, mijn hoofd zeurt, dat wil ik helemaal niet, dat getukt. Nee. Maar er zijn er ook zat, en die vinden het wel leuk, dat er in een grote groep gekookt wordt voor elkaar. Ja. En dan moet je kijken hoe druk het dan is. Ja. En daar doe je het voor. Ja. Mevrouw de Groot, u bent zeg maar weer de trainer van het Nederlands elftal, maar nu van het AOV in Schiedam. Een geweldig elftal. U bent niet een soort dik advocaat. Het worden er meer, hoor, dan elftal. Ja, ja. Maar hoe gaat u als leidinggevende met alle mensen het plan maken AOV strakjes verkiezingen 2018? Dat gaat nu al geweldig. Ja? Wij zitten gewoon met alle hoofden aan tafel en iedereen heeft inbreng. We zijn één groot team. En het voordeel van deze groep is, iedereen kan zijn mannetje en zijn vrouwtje staan. En dat betekent dat ze allemaal klaar zijn om stappen te gaan zetten om in deze maatschappij, in de Schiedamse politiek, actie te ondernemen voor de mensen waarvoor wij staan. Ja. Hebben jullie dan toch nog wel, om uiteindelijk toch twee partijen die bij elkaar gevoegd worden, is er dan toch nog af en toe wel eens een soort meningsverschil? Nou, nee, want onze programma's komen heel goed overeen. Nou, dus u had eigenlijk al 10 jaar geleden kunnen fuseren? Achteraf wel, ja. Nou, wij hebben namelijk nooit meningsverschillen gehad. We hebben discussies gehad. Ja? Kijk, en discussies leiden altijd tot iets moois. Ja. Ja. En maar discussies hebben daar ook toe geleid dat de Schiedamse bevolking, en niet alleen in Schiedam, dat de mensen van de politiek zwaar vervreemd zijn. Ja. Dus ik denk dat dat wel ondertussen een belangrijk item is. Wat zeg ik? Nummer 1, om te zorgen dat u... Hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u de Schiedammers weer warm laten draaien voor het AOW? Wij zijn de lokale partij. Ja. En wij staan tussen de Schiedammers. Mm-hmm. En wij zijn zichtbaar tussen de Schiedammers. En Schiedammers hebben daar echt behoefte aan. Ja. Vindt u het overigens niet jammer dat u een andere naam moet gaan aannemen? Nee. Het is een soort huwelijk, hè? U moet nu de balsnaam aannemen. Er werd altijd dan in de raad gezegd, u bent mevrouw Leefbaar. Dus dat zal ik heus wel blijven in de ogen van de mensen. En dat is een keuzenaam. Mevrouw Leefbaar, dat is wel mooi. Ja, ik ben mevrouw natuurlijk. Leefbaar. En nou, die gaat nu met mevrouw AOV verder. Ja. Dus dat wordt een heel goed koppel. Ik wou bijna zeggen, juffer Dotje en Lotje, maar dat mag, mag niet ook, zeggen. Mag dat is een ook, serieus hoor. Programma, dat mag niet in gelachen worden natuurlijk. Hè. De ploeg, mevrouw de Groot. Net als een coach van het Nederlands elftal, geef je de opstellingen prijs voor de wedstrijd. Hoe ziet die ploeg eruit? Noem eens wat namen. We hebben Kok de Jong bij ons. We hebben Christine Bruggeman bij ons. We hebben uiteraard Anneke bij ons op nummer 3. We hebben Marjolein Wesseling bij ons. Ja. We hebben Karin de Vries bij ons. We hebben Wilma van de Ven bij ons. Het zijn allemaal namen die zowel bij Leefbaar als bij AOV bekendheid oproepen. Ja. En onze Betty als lijsttrekker. Ja, we hebben een hele bijzondere als lijstduwer. Als allerlaatste lijstduwer. We hebben gewoon een aantal bekende Schiedammers, zichtbare Schiedammers, die heel graag op onze lijst mee gaan doen. Ja. En met ons samen het team gaan trekken. Ja. Nou zullen, mevrouw Post, een aantal Schiedammers denken. Nou zijn jullie op de goede weg. Jullie gaan elkaar allemaal opzoeken. Ja. Je hebt GroenLinks. Je hebt de PS en dan heb je de fractie Jansen. Ja. Die hebben elkaar gevonden, jullie hebben elkaar gevonden. Is het nou niet wijs om dan een stapje verder te gaan en dan te zeggen, nou, dan al die lokalo's maar eens een keertje aan tafel schuiven? Of is dit het? Is het land verdeeld? Nou, als je eens kijkt naar de afgelopen 4 jaar, hebben wij ook met die partijen die u nou noemt, hebben we altijd heel goed opgetrokken. Ja. Ja. Maar u zei net zelf, 10 jaar geleden eigenlijk, als je terugdraait, hadden we al kunnen fuseren. Ja, dat had kunnen, maar ja, zover waren we nog niet. Nee. Nee, maar er zijn gewoon verschillen in gemeenteland. En als je het inderdaad over GroenLinks en andere clubs hebt, die staan toch een stukje verder van ons vandaan dan AOV en Leefbaar. En gemeentebelangen stond vroeger ook heel dicht bij ons en wil nu een eigen weg ingaan op een andere manier. Ja. Dat is hun eigen keuze. Kijk, samenwerking kun je altijd doen, dat heb ik altijd al geroepen. Ja. Je hoeft niet per se te fuseren, maar samenwerking en zoals het nu gaat, met Leefbaar en AOV samen. Ja. Wij geven denk ik het voorbeeld hoe het zou kunnen gaan. Ja. Nou weet ik uit ervaring dat u wel eens gedroomd heeft van het wethouderschap. Dromen zijn bedrog. Hoe is het met deze droom voor de nieuwe periode? Bent u in staat of bent u, wilt u dat graag? Ik heb het al eerder tegen gezegd. Als de kiezers vinden dat onze partij groot genoeg is en als onze leden daar straks achter staan en we worden inderdaad gevraagd in de coalitie,
dan is dat altijd mogelijk. Even een beetje voorspellen is wel leuk, maar heeft geen zin. Maar hoe ziet u het politieke landschap straks veranderen, mevrouw Post? Nou, dat gaat zeker veranderen. We krijgen natuurlijk nu Denk erbij. Ja. Wat ook niet verkeerd is, want dan houdt er weer een beetje evenwicht in de zaal. En de mensen die bij Denk komen, die kennen wij al. Dus ja. Daar werken wij al mee. Dus voor ons verandert er niet veel. Nee. Het feit dat er minder partijen komen, betekent dat de politiek ook beter uit de verf komt? Denk het wel, duidelijk. We hebben nu zoveel versplinterde partijtjes. Ja. En in wat voor opzicht wordt het dan toch beter? Nou ja, als je het met 15 verschillende clubs moet gaan doen, of 14, dan is het heel lastig om een bepaald gezicht naar buiten te dragen. En nu is het gewoon wat praktischer. Je hebt wat minder partijen. Dan heb je voor de kiezer en voor de bewoners van Schiedam heb je gewoon veel meer duidelijkheid over wie wat waar. En ik denk dat heel hard nodig is. Ja. Mevrouw Post, tenslotte. Ja. Wat worden de speerpunten van uw partij? En dat zijn ze altijd al geweest, gewoon heel en veilig. En daar komen dus nu bij cultuur voor alle culturen. Ja, maar schoon, heel en veilig. Wat hebben we in al die jaren bereikt op dat gebied? Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Want ja, er zijn heel veel groeperingen die begrijpen niet dat er een grof vuilwagen gebeld kan worden. En dat het opgehaald wordt. En hoe gaan we dat oplossen? Daar ben ik met Nicole Cups mee bezig. En wie is dat? Dat is die gaat over, die is van die Rado, die gaat daarover. Ja. Want weet je, je kan natuurlijk wel zeggen, we hebben speerpunten. En kijk, als u zegt, we willen aan de veiligheid werken, dan zegt iedere Schiedammer. Toppartij. Ja, dat gebeurt en we ook willen wel. Aan dit en dan zeggen we toppartij. Maar eigenlijk roepen alle partijen dat. Ik ken geen enkele partij die zegt we willen het onveilig hebben. Nee, maar heel veel dingen betekenen ook financiële keuzes maken. Kijk, en als wij als AOV Leefbaar, want dat zijn we eigenlijk, meedoen aan de verkiezingen en we komen in een coalitie terecht, kunnen we in ieder geval meer nadruk leggen op de dingen die wij vinden die noodzakelijk zijn voor onze Schiedammers. Ja. En we hebben natuurlijk onze burgemeester, die heeft veiligheid in zijn portefeuille. Nou, en die zit er echt bovenop, hoor. Ja? Ja, die doet het echt heel erg. Maar we zijn in bijvoorbeeld in Schiedam-Oost weer gedaald in het veiligheidsniveau. Ja, maar dat heeft te maken met de mensen die uit Rotterdam hierheen komen. En wat gaat u daar dan doen? En de Rotterdamwet is niet veranderd. Ja. Dus dat betekent soelaas voor die wijk? We hopen het dat er nu eindelijk een beetje dat omhoog gekrikt wordt. Ja. En het heeft gewoon tijd nodig, want dingen gaan niet zomaar. Van de ene op de andere. Ten slotte, cultuur. Vorige week was er weer een vergadering over cultuur. Nou, dan mag iedereen zich uitspreken hoe belangrijk het is. Er wordt een hoop geld aan uitgegeven. Het CDA meldde bijvoorbeeld dat ze bang zijn dat het weer brassen en brallen wordt. Ja. Allemaal aan de subsidieslang hangen. Ja. Hoe gaan jullie dat voorkomen, dat subsidie goed terechtkomt bij cultuurorganisaties? Als je kijkt in Schiedam het afgelopen jaar en de afgelopen 2 jaar, wat er allemaal gebeurt aan cultuur in de stad. Je kon gewoon tijd tekort om overal naartoe te gaan. Ja. Dan zeg ik, dan zijn de jongens goed bezig. Ja. En ze vinden elkaar ook allemaal. Ja. Maar cultuur blijkt toch vaak van een soort inner cirkel. Er zijn toch altijd dezelfde mensen die we tegenkomen. Hoe gaan we die anders Schiedammers doen? Nee, er komen steeds meer mensen bij. Ja. Die groep wordt steeds groter. Okay. Ja, en er wordt nu door de gemeente ook gezorgd dat voor alle leeftijdscategorieën de cultuur ook op een andere manier zeg maar zichtbaar wordt gemaakt en toegankelijk wordt gemaakt. Ja. En ik denk dat dat een goede stap is om die verbreding zeg maar zichtbaar te maken. En voor jong en oud. En voor jong en oud. Ja. Even voor de zekerheid, hoe gaat de partij straks het veld in met welke naam? Alleen AOV? Alleen AOV. Alleen AOV. Alleen AOV. Dus AOV lijst 5. Ja. Lijst 5. Lijst 5. Die is duidelijk. Ben jij nog iets toe te voegen aan dit politieke verhaal? Jij bent nog jong en wild. Ja, dus ik kan ook op jullie stemmen blijkbaar. Absoluut. Tuurlijk. De spreuk van mevrouw de Grote is bij ons thuis ook altijd. De ouderen zeg ik altijd tegen de jongens. De ouderen van Jullie zijn de ouderen van de toekomst. Van de toekomst, ja. Okay. Wij wensen jullie veel succes. Bedankt voor je komst. De hele ploeg zit hier aan tafel. Dus ik zou zeggen, laat de moorkoppen maar binnenkomen. Oh, lekker. Bedankt voor het langskomen. Dankjewel. Bij me staat Sadoldin Berkhout. Ja, en het was voor jou een bijzondere dag vandaag, Sadoldin. Want je hebt eigenlijk vandaag een beetje mee kunnen kijken, hè, met het college. Ja, klopt. In het begin leek het mij heel erg saai en zo. Toen kreeg ik een hele stapel papierwerk zo voor mijn neus gegooid. En dan dacht ik van, moet ik dit echt allemaal gaan lezen? En uiteindelijk hebben we 6 onderwerpen van gekozen. Maar toen ik er meer in ging verdiepen en ging kijken wat mij interessant leek en wat ik echt verbaasd van werd en zo. En we diep in discussies gingen en zo, besefte ik ook hoe leuk het kan zijn. En ik ben ook iemand die van discussies houdt en zo. Dus het was op zich wel heel leuk. Ja, want jullie hebben met een aantal jongeren hebben jullie de taken zeg maar en de portefeuilles van de wethouders bekeken.
Ja, klopt. Ik was wethouder Marcel Houtkamp van D66. Mijn ding was meer met leefbaarheid en veiligheid, ook met cultuur en zo. En daar ging ik ook meer in verdiepen. Ja, je zei het al, je krijgt een hele stapel papieren krijg je dan mee. Is dan het eerste wat je doet proberen om een beetje te vertalen wat er nou eigenlijk staat in die papieren? Nou, ik lees gewoon zeg maar alles door en zo. En alles wat ik niet begrijp, google ik even. En als ik aan iemand kan vragen, vraag ik dat ook. En dan schrijf ik even alles op wat voor mij belangrijke punten waren zo om te herinneren. En nog een kleine samenvatting erbij wat ik nog moest onthouden. En onderschrijf ik ook belangrijke stukjes zoals getallen, letters die me opvielen, woorden die niet kloppen volgens mij of zo. En ja, zo begin ik te werk. Ja, want het lijkt me toch taaie kost wat je allemaal krijgt. Want er wordt natuurlijk ook best wel ambtelijk taalgebruik gebruikt. Klopt, maar wat ik had gedaan was meer van de stukken die me echt niet boeiden. Of het was echt saai, dacht ik. Die heb ik echt opzij gelaten. En die stukken dat ik dacht, dit is wel belangrijk om te bespreken en te discussiëren. Daar ging ik echt verdiepen. En heb ik daar meer over geschreven en nagekeken hoe het gaat en zo. Wat waren een beetje de onderwerpen die jullie besproken hebben vandaag? Nou, we hadden 6 onderwerpen, maar er waren 3 onderwerpen waar we echt heel diep in discussie gingen en ook dieper in gingen kijken. Ging over de BOA's tussen Schiedam en Rotterdam. Ook monitor leefbaarheid en veiligheid over Schiedam. En ook over de stadsmarketing. Over de stadsmarketing. Wat is er over de veiligheid? Heb je daar zelf ook een mening nu doorgekregen? Ja, dat was de eerste. Dat was een van de onderwerpen die ik had gekozen die ik heel graag wilde bespreken. Want het viel me op dat er bepaalde doelgroepen waren waarnaar werd gevraagd. En dat was een enquête en zo. Had ik nog nagecheckt naar welke leeftijdsgroepen en zo. Het waren allemaal 18-plussers. En het waren ongeveer 2120 Schiedammers die dit hadden ingevuld. En ik vroeg me af waarom niet de jongeren? Waarom zijn de jongeren niet bij betrokken? En hadden we voorstel, zouden we die aannemen? Maar dan wouden we dat de volgende keer dat de jongerenmonitor zich ook bij betrokken voelde, waardoor jongeren ook hun mening zetten. Want ik kreeg te horen volgens de monitor dat jongeren het anders ervaren dan ouderen qua discriminatie en zo. Maar dat is niet echt helemaal waar, want discriminatie komt zelfs op school voor. Ook op straat, wanneer we gewoon op straat gaan buiten spelen of chillen. En dat komt een beetje overal voor, ook in het werk en zo. Dus dat is iets wat dagelijks gebeurt. Lieve mensen, welkom terug weer bij Wenneke Live. U weet het zaterdagochtendprogramma. Daar moet je gewoon lekker thuis voor zijn. En mocht u niet thuis zijn, dan kunt u het op zondag natuurlijk tussen 10 en 12 allemaal weer horen en laten herhalen. Nou, we hebben net gesproken over AOV. Gaan fuseren, gaan een beetje samenwerken. En wat u daarvan vindt, dat is aan u natuurlijk. En u kunt er altijd op reageren als u op aanmerkingen heeft. Maar we gaan praten met Hilde Roeleveld en we gaan het hebben over de Kliedenkerk. Hilde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Kliedenkerk, jullie zitten gevestigd in de Ark. En voor de mensen thuis kun je vertellen wat de Kliedenkerk nou eigenlijk precies is. Kliedenkerk is overgekomen vanuit Engeland. Daar heet het Messy Church. En mensen wilden op een laagdrempelige manier andere mensen in aanraking laten komen met het fenomeen Bijbel, et cetera. En toen is dat zo overgewaaid naar Nederland. En sinds vorig jaar zijn Renate en ik ook eentje hier in Schiedam begonnen. En dan zitten we in de Ark inderdaad. Ja. En dit is dan ondertussen de 6e keer al van de Kliedenkerk. En hij gaat niet elke maand, 1 keer in de 2 maanden. En we vinden het super leuk om op deze manier eigenlijk nieuwe mensen te ontmoeten. En het is ook echt voor iedereen. Dus de naam doet vermoeden van kliederen. Maar vooral jongeren denken ze misschien. Denken ze misschien, ja. Maar we willen juist ook echt richten op de oudere mensen. Dus... Ja, ik wil even een beetje vertellen hoe een Kliedenkerk gaat. En graag. Ja, zeker. We beginnen dus eigenlijk met 's ochtends met een soort van inloop. En daarna worden de opdrachten uitgelegd. Want we gaan rondom een Bijbelverhaal eerst ongeveer 1 uur aan de slag. Ja. En volgende week zondag gaan we het over David hebben. En die opdrachten gaan dus over David. En er is dan een splitsing gemaakt aan de ene kant kinderen, maar ook voor volwassenen. Zodat iedereen aan de slag kan. En na 1 uurtje gaan we een hele korte viering doen. Dan wordt eigenlijk beknopt het verhaal weer verteld. Wordt er gezongen. En we sluiten af met een gezamenlijke lunch.
En daardoor merk je ook gewoon wel weer die verbondenheid en dat iedereen welkom is. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Ja, leuk. Ja. Hey, en als je dan naar de afgelopen 5 keer kijkt, hè, dit wordt nummer 6, als ik het goed begrijp. Ja. Wat waren de reacties van de mensen? De eerste keer toen was het echt van, oh, en wat is het nou precies? Ja. Een beetje aftasten. En nou, toch een beetje mond-op-mond reclame. Je ziet dus ook steeds weer nieuwe mensen komen ondertussen. En ook gewoon een vaste groep die elke keer weer blijft terugkomen. Ja. Ja, en jullie zeiden al, het is uit Engeland overkomen waaien. Ja. Heb je het zelf in Engeland, ben je daar ook een keer naartoe gekomen? Nee, dat nee, op het idee bent gekomen het hier te gaan doen? Nee, het, is, het komt vanuit Job. En Job is de jongerenorganisatie binnen de PKN, de landelijke organisatie van protestante kerken. En die zijn daar wel geweest en die gaan ook regelmatig daar weer naar terug. En die hebben op een gegeven moment bedacht, nou, wij gaan het hier ook introduceren. Ja, en toen ging het echt als paddenstoelen uit de grond komen ze op. En we zijn er echt ondertussen al met heel veel in het land. En elke Kliederkerk of ja, in het land is ook weer anders. Je hebt er eentje in het oosten, die gaat op een zaterdagmiddag. En dat is dan echt een soort van high tea idee. In Amsterdam heb je er een aantal zitten die gaan juist weer op de expats inspelen. Dus elke Kliederkerk heeft zijn eigen ding. En sommigen zeggen juist ook echt, we willen alleen richten op de jongere mensen. Ja. En wij hebben juist gezegd, nee, we willen en jong en oud, omdat iedereen welkom is. Ja, en merk je dan ook dat, hè, dat de kinderen zich meer nu met de Bijbel toch bezighouden? Het is vooral echt gewoon een eerste introductie met een Bijbelverhaal. Dus ook mensen die nog nooit naar de kerk zijn geweest, dan is dit een hele goede intro. Ja, ja, iedereen. Ja, ja, precies. Oké, okay. En volgende week zondag is de volgende met David en de Goliath. Ja, 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 precies. Onder andere Goliath komt er. Goliath. Ja. Excuses. Nee, ja, in Engels is het Goliath. Ja, dus we gaan dus inderdaad ook iets doen met Goliath. Maar ook over koning David, want op een gegeven moment wordt hij koning. En ja, wat is een goede koning? Waaraan herken je een goede koning? Ja. Dat zijn de dingen. En als je naar de afgelopen paar keer hebt gekeken, en nu komt nummer 6, hè, zijn er in 2018 nog andere plannen die erbij komen? Dus je denkt van, nou, dit is zo goed gegaan en dit heeft toch zoveel mensen aangetrokken, jong en oud. Ja, ja, sowieso hebben wij voor komend jaar in 2018 ook weer een aantal Kliederkerken ook echt staan. Die moeten we ook vastleggen, want ja, niet elke keer is de ark beschikbaar. Dus we moeten juist Schiedam-Noord kerkt om en om heel erg vaak. Mm-hmm. Dus we moeten echt een zondag pakken dat de dorpskerk open is. Want we willen ook gewoon de mensen de reguliere kerkdienst aanbieden. Ja. En wij kunnen dan in de ark, want daar heb je gewoon verschillende zalen. En kan je, dat leent zich ontzettend voor juist die opdrachten te doen. Ja, ja, precies. En wordt er ook met kerst nog wat extra's gedaan? Nee, met kerst niet. Okay. Nee, maar wel, er is wel de kinderkerstdienst in de ark. Maar dat is niet vanuit de Kliederkerk. Helemaal goed. Ja, Willem, heb jij nog vragen? Nee, ik zit geboeid te luisteren. Ik ben een keer bij jullie op bezoek geweest. En je moet het ook echt zien, hè? Dat is ook een beetje, we praten er nu over, maar je moet het ook echt zien. Ja, zien, ervaren, inderdaad. Ja. Ja. Zijn er trouwens kinderen bij die komen, of andere wat ouderen, die verder niet kerkelijk zijn? Ja. Ja. Dat is geen probleem? Dat is helemaal geen probleem. Nee, hoe gaat dat dan? Stellen ze dan toch wel vragen? Of, Daarom, tijdens de opdrachten zit er iemand bij vanuit een vaste groep. Want we hebben ondertussen een beetje een vast clubje gecreëerd. En dat er altijd iemand van een leiding aan zit. Want elke opdracht heeft betrekking op een bepaald stuk uit de Bijbel. Dus dan worden er vragen gesteld. En ken je David? En ja. Hoe maken jullie die keuzes in de onderwerpen? Want ik neem aan dat bijvoorbeeld het scheppingsverhaal uit de Bijbel wel een lastige is. Omdat daar zijn we toen ook echt mee begonnen. Dat was onze eerste Kliederkerk. Omdat we dachten, nou, hè, begin, de schepping. Begin. Ja. Ja. En dat was voor ons, voor Renate en mij, best wel een beetje aftasten van hoe gaat het nou? En ondertussen, ik zei al, we hebben een beetje een clubje om ons heen gecreëerd. Dus Renate en ik doen heel erg veel met organisatie. Maar bijvoorbeeld Louise Pieterman, die is weer echt. Ja, ja, die is, die vertel is, maar rustig door. Die is, hij doet niks. Nee, gelukkig. Nee, wij niet. Die is heel erg goed in het bedenken van opdrachten. En weer iemand anders, Ariane van het Zalencentrum, de Ark. Die verzorgt de lunch. En
Dus dat is wel heel erg fijn, want in het begin deden wij een soort van alles. En dan ben je wel echt van, komt alles een beetje op je neer en nu kan je ook een beetje delegeren. En dat is wel heel erg fijn. Dan hebben jullie een vrouw als koster in de kerk en ja. de ark. Ja. Die belde toen eens op en die zei, er zijn zoveel activiteiten in de ark, maar de mensen weten het niet. We moeten meer aan de weg toeteren. Nou, je hebt een mooi begin gemaakt, denk ik. Ja, precies. Ja. En we zijn ook op Facebook te vinden. Kliederkerk Schiedam Noord. Nou. Voor aankomende zondag al, hè? Ja, want we hebben een evenement gemaakt. En daar kan je op kijken. Als je meer informatie wil over de Kliederkerk, het begrip, daar is ook een site van kliederkerk.nl. Dus dat is ook echt wel heel erg moeite waard om eens te bekijken. Je hebt een schrik in, hoor ik. Ja, het is wel echt dat je... En je haalt er heel veel energie en positieve dingen uit. En dat is heel erg mooi, want je hebt contact met allerlei soorten mensen. Ja. Dat is heel fijn. Zo is dat. Ja. Hilde, bedankt voor het langskomen. Hoe laat moet je nou morgenochtend op? Morgenochtend hoef ik niet heel erg vroeg op, maar volgende week vanaf 9:15 is iedereen welkom. Is goed. Nou, hartstikke leuk dat je langs bent. Ja. En veel plezier. Dank je wel. Alsjeblieft. Aanbeland in het Franciscus Vlietland en we zijn hier gekomen over de Rode Loper, want dat is hoe het ziekenhuis mogelijke werknemers van de toekomst wil benaderen. Lukt dat een beetje, maar gewoon zo gevraagd, Charlotte. Komen de mensen? Op de rode lopersessie komt eigenlijk van alles af. Het kunnen mensen zijn die langskomen, die op dat moment in het ziekenhuis zijn en die een vraag hebben over een stageplek. Die een buurvrouw hebben die nog werk zoekt. Maar het zijn ook mensen die al een opleiding in de zorg hebben gehad en die, gericht afkomen op de rode lopersessie. Dus het is heel erg wisselend. En wij hebben natuurlijk zelf het meeste interesse in de mensen die ook daadwerkelijk een diploma hebben in de zorg. Want daar zijn we heel erg hard naar op zoek. Er zijn gewoon hard mensen nodig. Misschien wat cijfers. Ik begrijp dat er een dikke 4000 mensen in het Franciscus Vlietland en het gasthuis werken. Hoeveel vacatures zijn er? Op dit moment hebben wij 45 vacatures openstaan. En als we zo kijken naar de afgelopen maanden, zijn dat er gemiddeld zo'n 50 per maand. Dus dat zijn er best wel wat. Dan hebben we het echt over het aantal vacatures. Want het aantal medewerkers wat gezocht wordt, is vaak nog hoger. Bijvoorbeeld, we hebben 1 vacature voor spoedeisende hulpverpleegkundige. Maar we zoeken er veel meer. Okay, dat is dan maar 1 vacature? Ja, klopt. Want we gaan die vacature niet 10 keer uitzetten. Dan komt er 10 keer hetzelfde verhaal op onze website te staan. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie het afgelopen jaar kunnen werven, kunnen aannemen daadwerkelijk? In totaal hebben we op dit moment 670 mensen aangenomen. Dus dat zijn echt een hoop. Kalenderjaar of het afgelopen jaar? Of hoe is dat precies? Ja, dus heel 2017 tot nu toe. Ik moet er wel bij zeggen, dat is inclusief de artsassistenten, de medisch studenten die hier tijdelijk werken. Maar goed, het is een flink aantal inderdaad. Ja. Maar is het genoeg? Nee, het is helaas niet genoeg. Want juist die functies die moeilijk te vervullen zijn, nou, daarvan is het ook heel erg lastig om nieuwe mensen aan te trekken en te enthousiasmeren voor ons ziekenhuis of überhaupt voor een ziekenhuis. 670 mensen klinkt veel, maar als er natuurlijk meer mensen afzwaaien met pensioen gaan, dan schiet je nog niet op. Hoe is dat aantal aan mensen die gestopt zijn met werken? Durf ik niet te zeggen. Precieze cijfers heb ik niet. Maar als ik kijk naar het aantal vacatures en ik zie dat het maandelijks toch wel gelijk blijft, ondanks het hoge aantal aangenomen nieuwe medewerkers, kan ik me voorstellen, is het probleem daar in ieder geval niet door opgelost. Dus de druk blijft hoog. Ja. Misschien tijd voor een prangend en vlammend appel. Waarom is het nou zo gaaf om in het ziekenhuis te komen werken? Werken in het ziekenhuis is onwijs dankbaar werk. Het is ook hartstikke belangrijk natuurlijk. Werken in ons ziekenhuis is zo leuk omdat we een topklinisch ziekenhuis zijn. Waarbij we dus, zoals gezegd, veel ruimte hebben voor ontwikkeling, innovatie en opleiding. Wat ik ook vaak terughoor van medewerkers, want ik spreek heel veel medewerkers, is dat zij ondanks dat we een groot ziekenhuis zijn, het toch ervaren als kleinschalig. Mensen zeggen elkaar gedag, de contacten met de artsen zijn laagdrempelig, de lijnen zijn kort en dat wordt toch wel eens heel erg positief ervaren. Welkom terug bij Wenneke Live. Mocht u overigens het leuk vinden om eens een keer bij zo'n uitzending te zitten, u bent op zaterdagochtend van harte welkom. We hebben hier allemaal gezellige tafels, koffie, thee, limonade en dat soort zaken worden geregeld. Op eigen rekening natuurlijk, want we zijn natuurlijk maar een klein clubje wat dat betreft. Maar we timmeren wel fors aan de weg en we proberen door middel van dit programma alles bij u te brengen wat je maar mogelijk. Nou, we gaan van het weer, we gaan naar politiek, we gaan naar de Kliederkerk en we gaan nu naar de Retourette. Aan tafel Richard de Wolf en zijn charmante vrouw Olivia. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
Heel toevallig. Ik ging vorige week, wilde ik eigenlijk mijn lege fles inleveren bij de Retourette. Eindelijk? Eindelijk, ja. Want die spaar ik echt anderhalve maand op. Ik woon alleen, dus zoveel drink ik niet. En toen had ik echt 2 boodschappen tassen vol. Ik denk, nou, dan ga ik uit. Was die dicht? Ja. Ja. Dat was wel met een reden, hoor. Het was een leuk gesprek. Ja, Nee, wel met een hele goede reden, inderdaad. Want wat gaan jullie precies doen? Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn eigenlijk het concept Retourette zijn we aan het vernieuwen. Ja. Het concept is 20 jaar geleden voor het eerst neergezet. Waarin we eigenlijk met de buurt, met de gemeente, samen het recyclen op gang willen brengen. Dat is in plastic, in batterijen, eigenlijk alles wat je maar kan recyclen, wilden we ook daarin gaan doen. Nou, dat is 20 jaar geleden. Mm-hmm. Nu 20 jaar geleden, nu het grote aantal qua plastic is zo groot geworden dat in een klein winkeltje niet meer aan kan. Dus we zaten samen met Irado en met de gemeente over een nieuw concept te denken. Wat moeten we nu weer verder? De gemeente zit erna te denken over van, hey, het beleid, we willen meer gaan recyclen. Meer recyclen en het bekendmaken in Schiedam. En dat hebben we nu eigenlijk neergezet. Ja, het is een hele vernieuwde winkel. Een hele vernieuwde winkel. Daarin nog wel steeds het recyclen en het bekendmaken van recyclen en hoe je moet recyclen. Dat op een speelse en een natuurlijke manier weer neergezet. Ja, want wat is er dan nu nieuw eigenlijk? De vernieuwing is eigenlijk dat wij iets interactiefs hebben in de winkel, waarin de jeugd een spelletje kan spelen, ja. Waarin ze, waar moet het plastic heen en waar moet het grof vuil heen, waar moet het blik heen, zodat we al vanaf de jeugd gaan beginnen met het opvoeden van hoe doe ik recyclen. Een stukje bewustwording. Ja, precies. Inderdaad. Ja. Olivia, als je dat nou terugkijkt, hè, merk je dat de mensen ook steeds bewuster worden met het weer terugbrengen van materialen die gebruikt zijn? Ja, en wat je vooral ziet is dat, omdat de Goorse, dat we daar de Groenlaan en de Retourette al die tijd al hebben gehad, merk je dat daar de mensen toch al heel erg gewend zijn om dat pak melk op de juiste manier in de juiste afvalcontainer te gooien. Ja. En we willen het eigenlijk nog verder promoten, maar het moet wel echt weer vernieuwd worden. En je wil ook wel de jongeren ook weer aantrekkelijk maken, nou ook het educatieve met de televisie en alles erop en eraan en met spelletjes. En dat je daar echt iets nieuws wil doen. En je wilt er ook weer een nieuw elan aan geven. Want laten we eerlijk wezen, als je iets neerzet en het staat 20, 25 jaar, is het gewoon wel oudbollig aan het worden. En moet je ook wel echt wat vernieuwends gaan doen. Dus dat hebben we gedaan. En het idee daarnaast is ook eigenlijk dat we allerlei concepten hebben waarbij bewoners, maar ook kunstenaars of mensen die iets willen qua workshops willen aanbieden, dat daar ook kunnen laten zien. Ja, noem eens wat concept. Nou, wat we nu dadelijk gaan doen is bijvoorbeeld met frituurvet kunnen ze daar die meelbollen maken voor de vogeltjes en dat soort zaken. Maar er zijn ook kunstenaars die van blikken ook allerlei kunstvoorwerpen maken. Dus dat gaan we doen. En daarnaast wat we ook nog bedacht is dat we een soort ruilkast neer gaan zetten waar speelgoed kan staan, maar waar ook boeken kunnen staan, waar het gewoon interactief kan geruild worden. Dus het wordt meer ook een ontmoetingsplek is het idee. En daarnaast is het gewoon meer dat mensen daar echt bij elkaar komen. Gaat het goed met het geluid? Ja. Ze komen even aan je rommelen. Oh, nee. We gaan gewoon door met praten. Door, ja. Even kijken. Dan gaan we gewoon naar Richard toe. Ja, het is een soort goochelprogramma. De ene keer goochelen we hem hier en daar. Richard, eventjes over dat hele concept. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je dat als bedrijf doet. Hè? Ja. En dat je daarmee bezig bent. Maar het klinkt heel hard en zakelijk. Het moet natuurlijk wel een post worden die niet te zwaar op jullie begroting drukt. Nee, nou, dat deed het eigenlijk wel vanwege de toestromen van plastic, toestromen van blik, zo gigantisch groot werd, ja. dat we er eigenlijk een dagelijkse taak aan hadden. Dus samen ook met Irado en samen met de gemeente van, hey, hoe kunnen we dat vergemakkelijken? We zaten echt vuilniszakken eruit te halen en erin te doen en dat deden we gewoon 10 keer per dag. Ja. En doordat we het plastic en doordat blik nu tegenwoordig in de afval, gewoon in de afvalbak kan, dat wordt met een magneet eruit gehaald. Doordat melkpakken voortaan aan de overkant van de Retourette, daar hebben wij 2 bakken bij geplaatst. Waarin eigenlijk de grote bulk nu ook op de grote manier wordt weggebracht. Ja, dus het voor jullie ook makkelijker is. Dan wordt het voor ons ook makkelijker. We hebben ook nagedacht over van hoe kunnen we kleding, schoenen, klein apparaten, kunnen we zo verzamelen
dat we eigenlijk alleen een container hebben, de container wegdoen en dan weer de container terug doen. Ja. Nou, dat was inderdaad dus een stuk vergemakkelijker qua werk en ook voor de klanten en voor de mensen in de wijk. Ja, want dat was inderdaad een van mijn vragen. Hè, plastic, melkpakken, batterijen heb ik ook inderdaad zien staan. Komen er dus nog meerdere spullen bij? Mensen kunnen dadelijk bijvoorbeeld ook gewoon in bed komen inleveren. Matras, noem maar op. Kijk, Irado wil dat ook. Dat willen we eigenlijk ook niet in de winkel. Dat gaan we We concentreren ons echt op de batterijen, op de kleine mechanismen. Een strijkijzer, dat kijk formaat. Kijk uit dat je zegt, we morgen staan er 20 bankstellen voor je deur. Nee, ja, daarom. Dus, dat gebeurt af en toe nog wel eens. Dus dan moeten we, ik heb toevallig toch iets meer gehad dan ik wilde. Maar frituurvet, lampen, meer de producten die echt schade aan de milieu, die verzamelen. Een bank is niet echt een schade aan de milieu, maar die moet gewoon met grof vuil mee met Irado. Ja. Olivia, wat is de rol van de gemeente met name in jullie project? De gemeente heeft met ons nagedacht van wat zijn de mogelijkheden en zij hebben samenwerkt natuurlijk met Irado die de afvalverwerking doet. Ik blijf hier stilzitten, want... blijf gewoon zitten, er gebeurt niks. Maar ze hebben met ons meegedacht met het plan. We zijn natuurlijk samen gaan nadenken van hoe willen we een indeling maken, want je wil naar de moderne tijd tillen en je wil wel een luxe, leuke uitstraling hebben. En de gemeente heeft daar echt met ons mee over meegedacht en ook echt gekeken naar de mogelijkheden. We hebben samen naar de ontwerpen gekeken. Maar uiteindelijk zijn we er ook uitgekomen dat we zeggen van nou, ik zou het ook heel erg leuk vinden als er foto's staan van de wijk zelf, maar ook van de mensen die daar wonen. En dat is allemaal gelukt. En we hebben echt een layout kunnen maken waarbij we met z'n allen zeer tevreden zijn en waarbij alles goed tot uitdrukking komt. En de gemeente heeft daar ontzettend goed in meegedacht en ons ook meegeholpen van goed, kijk eens hiernaar, kijk eens daarnaar. Dus dat heeft ons echt wel geholpen. Dit vraagt om uitbreiding eigenlijk van dit plan. Ja. Nou, we wilden ook inderdaad samen met Irado en de gemeente, wilden we al wel iets neerzetten dat uniek is in Nederland. En dat was wel even moeilijk in het begin van wat is dan uniek en hoe ga je dat dan wegzetten? Ik denk wel dat we dat echt wel goed hebben kunnen neerzetten. Met een ruilkast, met interactief voor kinderen en voor ouderen. Met workshops die we kunnen geven. Eigenlijk met kunstenaars. En eigenlijk elke maand, elke periode een nieuw thema. Met verwisseling van ideeën. Mm-hmm. Er kunnen ook mensen uit de wijk kunnen ook zeggen van... kunnen wij onze diensten daar ook aanbieden? Bijvoorbeeld... het repareren van een stofzuiger die kapot is. Dat er eens in de tijd daar iemand zit die dan even handig is en die dan andere mensen helpen. Ja. Dus ja, inderdaad uniek. Uniek in Nederland. Wat de toekomst daarvan brengt, dat weet ik dan nog niet. Nee. Het Schiedam is de eerste en dat is het belangrijkste. Nou, draaien we het even om. Jullie zijn helemaal in de voorzieningen. Daar kan je dat in, daar kan je dat in. Maar dan gaan we eens naar de mensen thuis kijken. Ik merk dat thuis ook, dat het me af en toe wel eens irriteert. Dan moet ik dat in dat dingetje gooien, dat in dat dingetje. Olivia, jij runt ook een huishouden. Hoe doen jullie dat dan thuis? Ja, het is een stukje bewustwording ben ik erachter gekomen. Want ik had inderdaad ook hetzelfde gevoel van, nou moet ik weer karton daar en plastic daar. Ik krijg af en toe dat ik denk, nou zit ik weer in de verkeerde bak. Nou moet het weer daarin. Maar je denkt er wel over na. Ja. Dus dat is wel goed. Ja. Hey, hallo. Ja, dat is de bewustwording. Dat is het programma. Nee, dat is juist goed. Ja, maar ik denk dat het daar ook begint. En dat zijn de eerste stappen. Uiteindelijk willen we allemaal... Ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar wij hebben ook twee kinderen. En dan ga je toch nadenken van ja, ik vind het wel belangrijk dat als die dadelijk groot zijn, dat die ook nog gewoon... Hoe reageren zij? Ja, ze vinden het gewoon leuk. En zij wat jij ook zei, ze gaan er gewoon in mee, weet je. Nou, als je het zelf natuurlijk het voorbeeld geeft. En natuurlijk gaat er bij ons ook nog wel eens een keertje wat fout. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in om dat toe te geven. Zo gaat dat gewoon. Maar als je hun bewust maakt en met hun daarin meegaat, merk je ook dat zij heel simpel al... Mijn dochter pakt rustig de pakken melk en die zet ze apart. Want die gaan met het karton mee. Ja. Weet je, dus dan zie je al dat als ze dit mee... Ja, als ik kan even denken aan dat jongetje met dat Dubro-flesje, met die vader die maar niks zegt. En dat flesje wil maar niet opraken. Dan word ik heel depressief van. Dan denk ik, joh, gooi dat ding leeg. Of gooi het in een kommetje, zodat hij eindelijk zijn raket kan maken. Geef dat kind alsjeblieft even dat flesje. Ja, klopt. Helemaal waar. Ja. Nou zijn jullie komen uit de grote bedrijfsketens. Die bieden alles aan in blik, in plastic. Wordt het ook niet eens tijd dat we na gaan denken over een universeel product waarin je alles kan verpakken? En wat ook gelijk afbreekbaar is voor het milieu. Dan gaan we al gelijk heel ver. Maar dat zou de toekomst eigenlijk moeten bieden. Ik zie dat je... Het bedrijf waar wij vandaan komen, denkt daar eigenlijk elk jaar weer opnieuw over na.
We krijgen ook steeds vanuit onze klanten de vraag. Dan hebben we biologische producten. Maar zijn dan de producten ook, waar ze in verpakt zijn, zijn die ook biologisch afbreekbaar? Ja. Ja. Dus we worden als ondernemer worden we scherp gesteld door onze klant. En vanuit de ondernemer gaan we dan ook weer met Albert Heijn gaan we daarover praten. Zijn er klanten die inderdaad meedenken en vragen stellen en heel milieubewust? Ja, heel erg minder. Dat lijkt me wel hartstikke leuk. Ja, over de producten zelfs. En dan heb je vegetarische producten, maar dan zit er weer een woord op. Wat toch weer niet helemaal vegetarisch is. Dus het wordt steeds bewuster. Wij moeten ook steeds meer weten wat eigenlijk elk ingrediënt betekent op een verpakking. Waardoor wij ook weer daarmee aan de slag kunnen gaan. Ja. Want er staan best wel veel dingen op producten die wij zelf ook nog ineens weten. Ja. We verkopen het wel, maar we moeten ons wel daarin scholen om daarin de juiste informatie te kunnen geven. Ja, en ik denk daarnaast, er zijn natuurlijk ook allerlei concepten geweest. Hè. Die zijn er nu ook waarbij mensen zelf met hun blik of hun pot mee naar een supermarkt kunnen en daar dan de spullen in kunnen zetten. Ja. Maar wat je ziet daarin, het is wel op kleine schaal nog wel succesvol. Maar de grote bulk van mensen nog, die zijn daar nog niet zo toe qua gewenning om dat op die manier te gaan doen. Misschien komt het wel in de toekomst. Het is natuurlijk een mooie gedachte om dat voor elkaar te krijgen. Maar het zal wel geleidelijk aan zijn. Dus je begint weer met bewustwording waar we nu ook mee bezig zijn. En dan iedere keer een stapje verder maken. Ja. En uiteindelijk laten we het hopen dat we het uiteindelijk allemaal rond hebben. Ja. En dat we goed met milieu bezig zijn. Ja, maar, want dat is uiteindelijk de doelstelling. Inderdaad, als je nu gaat kijken wat 20 jaar geleden in bewustwording van gescheiden afval was, had niemand dat. Oud papier. Oud papier misschien een beetje, want dat bracht wat cent op. Ja. Maar nu brengt het geen cent op. Maar het verschil van 20 jaar tot nu is gewoon echt 1000% veranderd. Nou hebben jullie één geluk, met al die projecten die jullie uitdenken. Jullie doen dat in de Groene Laan. Ja. Nou, als er ergens een wijk is waar de mensen onder andere wel hart op de tongen hebben. Absoluut. Ik bedoel, die reageren gelijk. Nou, en dat is jullie graadmeter ook een beetje? Ja, de Groene Laan en de mensen van de Goorze, die zijn gewoon duidelijk. Ja, die lullen er niet omheen, zoals we dat zeggen. Nee, ik kom ook uit de Goorze. Ik vind dat zelf ook fijn. Want ik heb liever gewoon dat je zegt wat op je borst legt, zodat ik er wat mee kan doen. Ja. Omdat je er omheen draait en ik zie je nooit meer. Nee. Ja. Hey, maandag is de officiële opening en vanaf dinsdag kunnen we allemaal bij jullie terecht. Inderdaad. Ja. Dus dan mag je je tassen, mag je zeker langskomen. Ja, maar ik heb nu al 30 flessen ondertussen. Nou, anders kom je maandagavond om 17:30. Voordat we opening, dan kan je daarna alsnog erin gooien. Erg, hè, die alcoholisme bij die jonge mensen. Ja. Nee, ik heb geen flessen wijn. Nee. Het gaat echt om... De flessen wijn, die heeft ze natuurlijk allemaal aan de overkant al weggegooid. Precies. Ja, heel goed. Ja. Dat waren die andere van de zakken. Maar die zijn al weg. Ja, dat was die andere. Inderdaad. Ten slotte, wat doen jullie? Dan ben ik even een vraag buiten de orde. Hè. Jullie zijn als echtpaar de hele dag bezig met die winkel, zeg maar. Wat doen jullie nou thuis om daarvan los te komen? Zijn daar spelregels voor? Je mag niet het woord AH zeggen en je mag niet retourette zeggen. Of werkt dat gewoon, gaat het door het eten heen? Ja, stiekem wel. Hè? Stiekem wel. Maar aan de andere kant ook, ik kan mijzelf heel makkelijk afsluiten. Als ik de deur uitga, dan kan ik gewoon lekker thuis genieten van de kinderen en genieten van wat ik om me heen heb. Heel goed. Dus dat kan ik stukken makkelijker dan mijn vrouw. Ja. Maar dat is niet erg, want we moeten af en toe ook gewoon even praten. Jij slaat en je vrouw denkt na. Ja. Dat is de brein en ik ben degene met de handjes. Heel goed, nou, dan zijn jullie ideaal koppel. Absoluut. Wij danken jullie hartelijk voor het langskomen. Yes. Vond het erg gezellig. Ik wens jullie ook met het personeel, maar dat geldt voor iedereen die werkt in de winkel, heel veel sterkte te doen. Want nu komt de maand der maanden, december, eind november, december moet het gebeuren. Hè? Inderdaad, Dus op naar de oliebollen en de kerstkransen. We hebben er heel veel zin in. Wel de bedoeling. Hartstikke leuk. Fijn weekend. Dankjewel. Caroline, dit is alweer jouw derde boek die je geschreven hebt. Maar alle drie gaan ze over pesten. Waarom ligt het onderwerp zo gevoelig bij jou? Nou, ik ben op school ook anti-pestcoördinator, dus dat heeft er misschien ook wel iets mee te maken. Of ik ben het daarom geworden, want ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. En als je gepest wordt, voel je je niet veilig. En ik wil ook heel graag met de boeken laten zien dat iemand die pest eigenlijk ook niet gelukkig is. Dus mijn boeken worden steeds vanuit een andere ik-persoon geschreven, de hoofdstukjes. En die laten dan zien dat een pester eigenlijk ook geen fijn leven heeft. Dit boek gaat onder andere over een transgender die Friesland uitgepest wordt eigenlijk. Hoe komt het dat u zo gericht bent op de seksuele achtergrond hierin? Nou, ik werk ook voor Schiedams Lef en wij geven les over diversiteit.
Seksuele diversiteit hoort daar ook bij. Dus het kan zijn dat je als jongen verliefd wordt op een jongen of als meisje verliefd wordt op een meisje. Maar als je transgender bent, valt dat er eigenlijk ook onder. En er zijn veel kinderen die dat zijn. En die altijd maar moeten uitleggen wat het is. En daarom wilde ik het eigenlijk in een boek verwerken. Gewoon op een luchtige manier. Een boek dat ook over allerlei andere onderwerpen gaat. Schoolreisje, schoolleven, noem maar op. Maar dat toch die informatie wordt meegegeven. Zodat kinderen, als ze in aanraking komen met een transgender, al weten wat dat is. Ja, komt er nog een boek van u? Ja, ik zou heel graag nog een boek willen schrijven. Maar ik ben nu eerst bezig met een dichtbundel voor kinderen die over diversiteit gaat. En daarna ga ik zeker wel weer verder schrijven, want ik vind het heel erg leuk. Ja, daar wachten we dan vol spanning op af. Oké, dankjewel. Nou, Eveline, jij hebt het boek geïllustreerd. Dat is natuurlijk best wel een bijzondere samenwerking. Hoe ben je hierin gerold? Nou, ik maakte eerst een tekening voor haar visitekaartje van Schiedams Lef. En daarna zei ze, ik vind het zo mooi, kun je mijn boek ook illustreren? Haar oude illustrator die was er niet meer of dat kon niet zo. Dus ze dacht, nou, dan mag jij illustreren. Dus zo is het gebeurd. En hoe voelt het nou om dat boek waar al jouw tekeningen in staan, om die vast te kunnen houden? Geweldig, echt. Er gaat zoveel. Ik vind het echt fantastisch, gewoon om je eigen tekening erop te zien. Dat is toch geweldig. Je moet het zo zien van, jij hebt iets gemaakt en het wordt uitgebracht en iedereen koopt het en iedereen vindt het mooi. En ja, ik kan het niet beschrijven, het is geweldig. Is de samenwerking allemaal wel soepel verlopen dan? Aangezien zij dan toch wel de hand had in wat jij tekende? Ja, het is uiteindelijk allemaal soepel verlopen hoor. Ik vond het precies goed. Als het maar van die kleine dingetjes zijn die het boek juist mooier maken, vind ik het allemaal goed. Lieve mensen, welkom terug bij Wenneke Live. We gaan van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. We zitten precies op het draaiboekje, het is 11 uur. En morgen om 11 uur hoort u datzelfde gesprek weer in de herhaling. Aangeschoven is wethouder Marcel Houtkamp. Goedemorgen, heer Houtkamp. Dag, meneer Boer. Ik heb u van de week meer gezien dan mijn vrouw. Ik zag u op allerlei evenementen. U heeft parkentree heeft u gemetseld, even een steentje ter opening. Vijf sluizen bent u actief geweest. Het leven van de wethouder gaat toch niet? Wij zijn van alle markten thuis. Ja? Ja? Nou, ik zag u metselen. Toen dacht ik van, ik ben blij dat dat niet mijn huis wordt. Maar nee, dat zeiden die mensen daar ook. Dat zeiden die, het is gauw afgebroken. Ja, ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. Van de week was er een vergadering, we hebben dat via Loek TV natuurlijk uitgezonden, over cultuur. En toen vond ik een mooi moment dat de heren Mostert en Groeneweg elkaar vonden. Dat zijn ook gymnasiasten. We hebben met z'n allen daar in die club gezeten. En die begonnen gelijk te lachen bij wat is cultuur? En toen vonden ze elkaar gelijk, want dat is natuurlijk met de paplepel ingegoten. Wat is cultuur voor u? Ja, nou ben ik maar een eenvoudige HBSB'er. Dat geeft niet. Dus in die zin loop ik nog iets achter bij beide iets heren. Achter, ja. Ja, meneer de Boer, cultuur is eigenlijk alles. Wij slaan elkaar vaak om de oren met, hou je van cultuur of hou je niet van cultuur? Maar iedereen houdt wel een beetje van cultuur. Doe. Type meubels is cultuur. Wat hier in Wenneke gebeurt is cultuur. Maar ergens in stilte genieten van een mooi monument, dat heeft ook allemaal met cultuur te maken. Dus het is zo'n ontzettend containerbegrip, dat iedereen wel iets wat emotie in hem of haar losmaakt of erin kan vinden. Een mooi schilderij, een prachtig muziekstuk, het is zoveel. Ja. Maar wij meten cultuur ook vaak af aan onze westerse maatstaven. Maar wij vergeten dat er heel veel continenten zijn waar allerlei volkeren leven die ook hun eigen cultuuruitingen hebben. Hoe belangrijk is cultuur voor een stad of een dorp? Ontzettend belangrijk. In wat voor opzicht? Nou, je kunt het heel plat benaderen en zeggen, denk dit allemaal weg. Denk Wenneke weg, denk de musea weg, denk het theater weg, die mooie biep die we, denk dat nou allemaal weg. Wat voor stad heb je dan? Nou, een stad met meer inkomsten. Nou, nee. Waarom? Dat levert waarschijnlijk juist minder inkomsten op, want er komt geen mens op af namelijk op die stad. Ja. En ook cultuur in onze stad, dat geeft een spin-off. Mensen komen vanuit het land naar het museum, als mevrouw Carrasso daar een mooie expositie neerzet. En die gaan bij de beurs gaan ze een broodje eten. Ze lopen nog wat rond. Als ze op de goede dag komen, kunnen ze een visje meenemen op de markt. Ja. Nou ja, u kunt het zelf allemaal invullen. Dus cultuur is voor onze stad van groot belang. Het trekt mensen, maar dat is niet het enige. Het vermaakt de Schiedammers zelf ook. U kent de discussie over de historische collectie die het museum al een aantal jaren in beheer had en nog heeft. En, nou, er was wat onvrede in de stad bij sommige groeperingen dat die historische collectie niet goed zichtbaar was. Kijk, ik heb daar een paar jaar terug een debat over gehad met de gemeenteraad, zoals u weet. Nu hebben we die collectie
In de spotlights gekregen met de goede medewerking van het museum. En je ziet wat er van komt. Vlaggen en verhandels, ja. De tentoonstelling, deel van de collectie niet zien. Grandioos succes geworden. Maar u heeft namens de gemeente een cultuurvisie losgelaten, een mooi boekwerk. Waar is dat dan voor nodig, als toch alles en iedereen van cultuur houdt, zoals u zegt? We hadden al een cultuurvisie, maar die liep, zoals dat heet, eind vorig jaar af. Dus. Wat staat erin, in zo'n visie? Nou, in de cultuurvisie, dat is een stuk van de gemeente. Dat maken we in samenspraak met inwoners en de mensen in het culturele veld. En daar schrijven we in op. Kijk, u moet niet vergeten, deze gemeente geeft afgerond naar boven ongeveer 8 miljoen euro per jaar uit. Is dat veel? Dat is voor een gemeente als Schiedam is dat veel. Reken maar uit, dat is 100 euro per inwoner. En dat is, je hebt zo'n ranking landelijk. Nou, daar staan we toch, daar staan we zeker in de top 40. Hadden we het net nog over, de top 40. En dat is veel, maar daar krijg je ook wat voor terug. En wat krijg je je moet, dus, als je als gemeente dat geld ter beschikking stelt elk jaar weer, moet je dus wel aan de bevolking, aan de kiezers laten zien wat je met dat geld doet. Nou, in die cultuurvisie schrijven we naar de toekomst kijkend op wat we met dat geld willen doen. En vooral wat we willen dat de stad met dat geld doet. Ja. Want ik ben geen schilder, dus ik heb makkelijk praten. Maar ik moet vooral zorgen dat kunstenaars in onze stad een beetje aan hun trekken komen. De culturele instellingen, al die amateurkunstenaars op allerlei fronten, zal ik maar zeggen. En maar dat staat ongeveer in die visie. Ja, maar mag je dan plat gezegd ook zeggen van het is ook een beetje een financiële verantwoording van aan welke clubjes geven we geld uit, zodat je ook kan zien wie nog geen geld krijgen of te veel geld krijgt? Er zit in deze geactualiseerde cultuurvisie zit helemaal aan het einde de financiële paragraaf en daar staat op hoofdlijnen waar het geld naartoe gaat. En elk jaar, en dat komt elk jaar terug in de gemeentebegroting, ook weer op hoofdlijnen. En elk jaar maken we een jaarrekening en daar staat ook weer op hoofdlijnen in waar het geld naartoe gegaan is. En dan praten we daar met de gemeenteraad over en die kan gaan zeggen, we vonden het goed, we vonden het niet goed. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Ja. Een aantal partijen, waaronder mijn partij, D66, profileert zich graag op het cultuurvlak. En dan zullen we zien wat de burgers daar ook van vinden, want die kunnen dan in theorie althans daar ook iets over vinden. U was een beetje, nou narrig wil ik niet zeggen, maar de opmerking van meneer Uluzoy die zei van cultuur dat zijn allemaal slurpers en dat loopt altijd financieel uit de hand en wat gebeurt er nou en is er controle op. En toen zei u, en als ik het niet goed citeer moet ik zeggen, dat is al achterhaald, dat is geweest een tijdje, maar daar kijken we nu anders tegenaan. Nou, ik vraag even om uitleg. Ik wel in ieder geval. Nou, meneer Uluzoy is de opvolger van meneer Hekman als fractievoorzitter van het CDA en die is een beetje blijven hangen in de discussie die ik 3 jaar geleden had met de gemeenteraad. En dat ging toen over de situatie waar de musea in verkeerde. Eerst het Stedelijk Museum, later het Genevemuseum had ook een probleem. En ja, toen was vanuit de coalitie gezien, de coalitiepartijen die deze stad op dit moment besturen, was het CDA de partij die uit de boot viel. Want die vonden eigenlijk, ja, hoe moet ik dat nou netjes samenvatten, dat er te veel geld naar de cultuursector ging en dat de stad daar te weinig van terugzag. Althans, dat vond het CDA. We hebben toen al tegen elkaar gezegd, nou dat is niet helemaal waar, maar als het om het museum gaat, gaan we eraan werken. Dat dat museum weer goed zichtbaar wordt voor de stad. Nou, ik stel vast met een extra financiële injectie, dat is allemaal waar, dat dat goed gelukt is. En ik vond dat hij nog een beetje in die discussie van 3 jaar geleden zat, terwijl er wel heel veel veranderd is. Want, nou ja, kijk naar het museum van nu en zet dat naast het museum van 4 jaar geleden. Dat is een wereld van verschil. Ja. En dat heeft natuurlijk ook met mensenwerk te maken. Is trouwens de cultuurwereld een afspiegeling van de maatschappij zoals die er financieel voor staat? We hebben natuurlijk een aantal slechte jaren gehad financieel. Merk je dan dat cultuur daaronder leidt? Nou, landelijk gezien wel, ja. Dat is een algemene klaagzang vanuit de cultuursector, het Rijk, maar ook provincies. En met name, dat moet je niet vergeten, want in Cultuur Nederland wordt ook heel veel meebetaald door grotere fondsen. Je hebt grotere sponsors. Ik bedoel, daar hebben wij dan in deze stad helaas niet zo'n last van die grote sponsors. Maar grote instellingen in het land hebben ook veel particuliere financiers. En nou, dat is een tijd lang minder gegaan. Dat was ook echt te merken. Ja. En het Rijk, moet ik wel zeggen, het vorige kabinet en het kabinet daarvoor, die zijn ook niet erg gul geweest voor de cultuursector. Dus gelukkig zit er nu een nieuwe minister voor cultuur, ook van D66 trouwens, die daar weer even goed tegenaan gaat. Maar dat betekent wel dat als wethouder van cultuur ben je overal heel graag te gast, want al die directeuren die slaan je 3 keer op je schouder, fijne gozer. En volgend jaar zouden we wat meer kunnen gebruiken of werkt dat niet zo? Nee, we gaan, als ik naar de directies van nu kijk, wij gaan heel zakelijk met elkaar om. En dat moet volgens mij ook de uitgangspositie zijn. U zei ook in die vergadering van, want iemand vroeg ook van, stel dat er toch geld verspild wordt. Dan komt er een jaar aan waarbij je even de waarschuwing krijgt. En is het jaar daarna niet goed, dan is het... Nee, dat is natuurlijk ook logisch. Het is gemeenschapsgeld.
En bij de subsidiebeschikkingen aan de grotere instellingen, maar ook de kleinere, daar geven wij een aantal prestatieafspraken mee. Ja. En als zo'n museum, ik noem maar even het museum of zo'n theater, ik zag Rob net zitten. Laten we het theater als voorbeeld nemen. We spreken af, jij trekt 100.000 bezoekers, ik verzin het even hoor. Ja. En als je dan 2 jaar achter elkaar maar 40.000 bezoekers trekt, dan is er toch iets aan de hand. Dan moet je op de mat. En dan gaan we elkaar even diep in de ogen kijken. U heeft gewerkt volgens de culturele schijf van 5. Ja, prachtig. Dat zijn geen appels en peren en bananen en groentes, maar wat is de culturele schijf van 5? Nou, dat is een beetje speels. De schijf van 5, dat is een begrip uit, hoe zal ik het zeggen, uit de organisatiekunde. En die kun je eigenlijk op heel veel treinen loslaten. En die 5 schijven, dat is een samenhangende weerspiegeling van wat cultuur van een stad betekent. Daarmee dat de schijf van 5 had ook 6 kunnen zijn. Ja. Nou, een van die punten heet dan krachten bundelen. Wat goed is, moet je versterken. Ja. Dus het feit dat wij hier in het Wennekenpand zitten bij meneer Roos, dat is een vorm van versterken. Althans, nou, ik weet niet of hij dat zo ervaart, dat wij hier zitten, dat het een versterking is. Ten opzichte van de plek waar u vroeger uw interviews hield, vind ik het wel een versterking. Ja. En ik denk dat de directeur van het Wennekenpand, de heer Roos, dat hij dat ook wel vindt. Want hij ziet graag dingen hier gebeuren en het gebouw is er perfect geschikt voor natuurlijk. Dus dat is een vorm van versterking dus. Ja. Dan nog eventjes over dat centrum van Schiedam. Hè? Dat culturele centrum waar we alsmaar trots op moeten zijn. Nou, leg ik u even iets voor. Cultuur, leuke evenementen. Nou is dat natuurlijk vaak in het centrum van Schiedam. Maar u en ik kennen ook wijken waar het geld niet over de vloer loopt. Waar mensen zorgen hebben, waar armoede heerst, waar werkeloosheid zit. Waar ouders uit elkaar zijn gegaan. Hoe wilt u die mensen bereiken met cultuur? Nou, u noemde een paar dingen. Mensen uit elkaar zijn gegaan, dat is natuurlijk allemaal heel vreselijk als dat gebeurt. Dat hoeft op zichzelf niet te betekenen. Dat hoeft op zichzelf niet te betekenen dat zo'n gezin niet aan cultuur doet. Ik word altijd heel nerveus van wethouders die zeggen dat is goed voor de stad en dat is leuk voor alle Schiedammers. Dan ga ik hier, gaat het jeuken. Want het is niet goed voor alle Schiedammers. Jawel, het is, dat durf ik u, vraagt het mij nu zo hoor. Ja, tuurlijk. Maar in wat voor rotomstandigheden je ook leeft. Cultuur kan altijd iets voor je betekenen. En ik snap best wel, als we cultuur associëren met kosten en geld, dan kun je wel een probleem hebben, want dan kan je de muziekschool voor je kinderen niet betalen. Want, nee. Nou, dat is vervelend. Dus in die zin zijn er wel belemmeringen. Maar het is echt niet zo dat vervelende omstandigheden automatisch met zich meebrengen dat cultuur buiten de deur blijft. Nee. Want die tv staat toch aan, denk ik, bij de meeste mensen. En daar komt ook iets over binnen. Ja. En zo zijn er tal van voorbeelden. Nee, maar u kent ook de mensen die zeggen van jongens, zo'n theater, zo'n museum, dat kost handenvol geld. Geef dat aan Schiedammers die veel slechter financieel ervoor staan. Dat zou ik niet doen. Dus trouwens nee, maar dat is, u kent die geluiden ook. Laten wel. Natuurlijk hoort je wel eens. Dan denk ik, goh joh, wat ligt er voor jou nog een wereld om te ontdekken? Ja. Denk ik dan. Kijk, het is goed als je de vraag stelt, wordt gemeenschapsgeld goed uitgegeven? Krijg je ervoor terug wat je wilt? Maar alles heeft zijn waarde en zijn betekenis. Ja. Dus die 8 miljoen die ik net noemde, onmiddellijk zetten naast een budget voor werk en inkomen. Ik vind, dat kun je willen, dat kun je doen. Ja. Ik vind het niet verstandig. Maar alles heeft zijn betekenis en moet zijn plaats hebben. Is het voor u belangrijk om te voorkomen dat cultuur een elitaire uitstraling krijgt of heeft? Ja, maar dat... Hoe voorkom je dat? Dat hoor je ook wel eens zo, maar dat is helemaal niet zo. Nee, maar ik probeer te verwoorden. U herkent de geluiden. Natuurlijk. Ik ben ook wel eens bij zo'n opening in het museum. Dan kijk ik eens om mij heen en dan zie ik daar een vertegenwoordiging van cultuur min het Nederland uit het hele land. En dan denk je wel eens, nou daar herken ik de samenstelling van de bevolking van Schiedam niet helemaal in. Maar dat geeft ook verder niet. Nee. Want alles heeft zo zijn eigen kring waar het in gebeurt. Maar ik vind dat de cultuur in Schiedam absoluut niet elitair is. Dat kun je niet waarmaken, die stelling. Nee, maar goed, daar zitten we voor in dit programma natuurlijk. Precies. Ten slotte, dat programma is geschreven. Wat gaat daar in de komende tijd nu letterlijk? Is dat een handleiding voor iedereen die aan cultuur doet? Of hoe moeten we dat zien? Wat gaan we daarmee doen? Is een handvat? Wij noemen dat in ons soms wat domme jargon, noemen wij dit een kadernota. En alles wat de gemeente in relatie tot de culturele instellingen, en dat zijn er dus veel in de stad, klein en groot, doet, dat moet je een beetje toetsen aan wat in die cultuurvisie staat. Die is overigens vrij ruim geformuleerd. Ja. Het is het kader waarbinnen we jaarlijks die 8 miljoen uitgeven. Ja. Wat volgens u het grootste hoogtepunt van 2017 op het gebied van cultuur in Schiedam?
Van afgelopen jaar? Ja. Het openluchttoneel in het Wild. Sorry? Het openluchttoneel in drie wijken in het Wild. Dat was voor mij een behoorlijk hoogtepunt. Ja. Dat was ook in het Hof van Spaanland, geloof ik. Ja, dat hebben we in het Hof van Spaanland. Ja, ja, zeker. Daar was ik ook bij. Okay. En volgend jaar is er geen geld om dat te doen. Okay. En ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad volgend jaar weer geld voor 2019 ter beschikking stelt om, om dat weer te doen. Want dat brengt mensen op de been. Heel veel vrijwilligers die daarmee doen. Het is gewoon leuk. Maar er was nog veel meer te beleven in de stad, hoor. Is dat de leukste post die je als wethouder toebedeeld kan krijgen, cultuur? Absoluut. Naast die van sport, dat is ook wel leuk. Dat is ook wel leuk. Ja. Nou ja, cultuur en sport, je weet het maar nooit. Meneer Houtkamp, we gaan u weer bedanken. Gaat u vandaag nog iets cultureels doen? Boodschap, is dat ook cultuur? Kom je in leuke winkeltjes en dat soort dingen? Ik ga een paar flesjes bier kopen, zo in de hoofdstraat. Nou, of dat onder cultuur valt, dat weigeren wij te betrekken. In België wel. Ja, is dat? Ja, oké. Okay. Hartstikke leuk dat u langs bent. Ja, fijn weekend. Bedankt. Dankjewel. Oké. Okay. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have. Mensen, welkom terug bij Wenneke Live. Wanneer u op de achtergrond beweging ziet, er gebeurt hier van alles. Er wordt gerepeteerd voor Lange Wapper, geloof ik. Koen is druk bezig. Ja, wij gaan eigenlijk naar de schaatser Sven, die ook altijd alles wint. Maar dan met Ben de Koning praten over de verzorging. Sven Kramer zullen we nu maar Ben de Koning noemen. Frankland heeft weer 7 keer goud gehaald, Manny. Ik word daar nerveus van. Maar misschien dat jij, meneer de Koning, toch nog eventjes kritisch aan de tand kan voelen. Ja. Of hier niet iets in het spel zit van een envelopje zo in de binnenzak of ja, zo. Ja. Meneer de Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij zijn toch echt wel razend benieuwd hoe dat nou komt. Hoe kan het zijn dat jullie dat iedere keer toch weer voor elkaar krijgen? We hebben hele goede medewerkers. Dat is eigenlijk de sleutel en daar zorgen we goed voor. En als je goed voor je medewerkers zorgt, dan kunnen ze toveren. Tenminste, dat is onze ervaring. Wij doen echt niks bijzonders. Wij behandelen mensen op een hele normale manier. Gewoon normale arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheid, respect voor elkaar, plezier in het werk, zorgen dat dat er is. Zorgen dat iedereen weet wat we aan het doen zijn, waarom we het doen. Lange Wapper. Ja. Geweldig. Het gaat allemaal gewoon door. Hey, wat dus doe eens rustig, joh. De trein naar Amersfoort ook. Dit kan allemaal in Wenneke Live. Het is het enige programma waarin gelachen wordt. Het is toch een fantastisch pand dit. Ja. Maar dus echt, we toveren niet. We schieten geen raketten naar de maan. We doen de normale dingen. Tevreden medewerkers zorgen over het algemeen voor heel tevreden klanten. En dan krijg je wat nu al een aantal jaren gaande is. We scoren overal hoog op. Of je nou onze organisatie meet, want dat doet natuurlijk een beetje wat we nu hebben gehaald. Prezo keurmerken. Kijkt heel breed, maar tegenwoordig ook veel meer naar
hoe goed je voor de klant bent. Dus dat is wel fijn, want allerlei organisatorische dingen op orde is natuurlijk nodig. Maar de klant moet het een beetje leuk vinden, wil het belangrijk zijn. Nou, voor de klant keken we tot op heden eigenlijk altijd alleen maar naar Zorgkaart Nederland en onze enquêtes. Ja. Nou, ik nodig je uit als je straks tussen de bedrijven door een keer tijd hebt. Moet je Zorgkaart Nederland, moet je de Franklandgroep googelen. Daar zou ik voor uitkijken voor deze uitnodiging. Nou, even andere uitnodigingen, dan moet je uitkijken, maar voor deze niet. Maar daar staan, daar horen we gewoon weer bij de top van Nederland. En ja, we zijn weer genomineerd voor beste werkgever. Dus ja, zo, het gaat gewoon. Je moet het af. Ga elke dag bij ons ook dingen fout, hè? Laat het helder zijn. Dat is bij iedereen zo. Hoe wordt dat dan precies gekeurd? Hoe gaat dat door, in zijn werking? Door auditoren. Dus die komen echt kijken of je niet alleen of je spulletjes in orde zijn. Dus zeg maar al je protocollen en je zorgdossiers. Maar praten ook gewoon met bewoners van wat gebeurt er nu. Kijken naar hoe je bezetting is op afdelingen in huiskamers. Ook gewoon kijken, is het echt goed georganiseerd? Zijn er voldoende activiteiten? Hoe is het met eten? Alles. Veel meer door dat huis heen banjeren dan vroeger. Toen keken ze echt alleen maar naar procedures. Maar Manny en ik zaten vanochtend gezellig onder een kopje thee voor te praten. En toen vroeg Manny ook terecht van, zijn wij dan een soort Gallië met dat ene dorpje wat Asterix en Obelix is en de rest die... Want waarom lukt het nou in Schiedam wel? Ja. En hebben we het elke dag maar over die zorg en de toestanden? Ja, het is de laatste maanden prijs komen de huizen uit Rotterdam. Die vragen aan ons van hoe doen jullie dat nou en hoe kan je dat nou veranderen? Want ja, daar hebben ze inderdaad een situatie met honderden vacatures. Hè. De Laurensen van deze wereld hebben honderden vacatures. Ja. Ze hebben een ziekteverzuim van 10%. Het zijn allemaal indicatoren dat je geen goede reputatie hebt. Dat het personeel het niet naar zijn zin heeft. Want het kan niet zo zijn dat er elke dag 1 op de 10 medewerkers ziek is. Ja. Zo, hè, dan heb je er een aantal die zijn terminaal, bij wijze van spreken. Ja, wij hebben ziekteverzuim van 3,5%. 1% ziekteverzuim voor ons is €350.000. Dus moet je kijken, als je 6,5% minder hebt, ja, dat scheelt. En dat geld zetten wij weer in voor extra mensen. Want waar je ook voor moet zorgen, althans, daar geloven wij heilig in, dat er ook voldoende mensen zijn handen aan het bed. Dat je collega's hebt, dat je je werk op een normale, verantwoorde manier kan doen. Dat je niet loopt te dweilen met de kraan open. Dat zijn toch gewoon belangrijke dingen. Is dat een beetje het manifest van Hugo Borst, wat jullie ook nastreven? Zeker. Wij hebben in zoverre last van Hugo, dat hij zorgt voor heel veel extra geld. Ja. Dus allerlei andere partijen krijgen er nu geld bij. En wij gooien er dan gewoon een schepje bovenop. Dat is, dus wij willen altijd 5 tot 10% meer handen aan het bed hebben dan ergens anders kan. Ja, ja, dat is ook wel iets wat je vaak hoort, hè, in de zorg. Dat voor medewerkers toch tegenvalt. Ja, maar medewerkers, weet je, het mooiste wat je kan doen, dat is zo'n medewerkerstevredenheidsonderzoek. En als er dan uitkomt dat de medewerkers trots zijn op de organisatie. Dus ik denk dat er van ons, dus is altijd een uitzondering, maar van de 100 medewerkers die wij hebben, zijn er 99 als het op de verjaardag gaat over de zorg, zullen ze zeggen, maar bij ons is het anders. En dat is wat we willen. Hè? Dat ze trots zijn op hoe het bij ons gaat. En trots zijn op het bedrijf. En trots zijn op dit. Kun je je voorstellen. Kijk, je werkt niet bij gewoon een of andere middelmatige club. Nee, je werkt bij een club die weer 7 keer goud heeft gehaald. Ja, wat doet dat dan voor jullie? Ja, ik ben gewoon super trots op de mensen. En ook dat we dat met z'n allen voor elkaar krijgen. Want dat is het werk voor iedereen. Hè? Ik bedoel, we hadden vorig jaar beleidsdagen. Daar was het motto ook van samenwerken, samen verantwoordelijk. En dat is het natuurlijk ook. Je kunt goede leiding hebben, maar dan krijg je geen goed personeel door. Nee. Je kunt goed personeel hebben en dan kun je nog verklooid worden door slechte leiding. Dus je doet het gewoon met z'n allen. En als iedereen doet wat hij moet doen, en hij doet dat met plezier, dus zo werkt het bij ons toch ook. Als we iets met plezier doen, gaat het vanzelf beter. Zeker. En degene voor wie je werkt, kijk, als jullie hier met zo'n klus zitten, zit ik hier niet fijn. Als jullie er een beetje lol in hebben, dan vind ik dat ook leuk. Ja. Ja. Nou zit wel het sterkste gedeelte van het programma. Ja, ik kijk ook gewoon eigenlijk voornamelijk links. Ja. Nee. Hey, je zegt dus eigenlijk van, hè, als de medewerkers met een glimlach bij de bewoners komen, dan gaat dat ook goed met de bewoners. Maar wat doet dat keurmerk dan nu voor de bewoners precies? Die zijn ook trots. Ja, trots echt. Ja. Kijk, wij trakteren dan natuurlijk, dus wij maken het overal bekend. Kijk, op. Nu komen de antwoorden. Wij trakteren dan. Ja, we trakteren. Heel belangrijk. Ja, alles moet gevierd worden. Ja, we vieren alles wat we winnen, vieren we. En mensen zijn daar trots op. Kijk, en ik snap dat ook. Hè. Als je in een verpleeghuis komt wonen, heb je eigenlijk verloren. Dus je kunt thuis niet meer, je redt het niet meer. Ja. En je zoons en je dochters, die redden het niet meer. Dus je komt ergens wonen. Nou, dan kom je bij ons wonen.
En dan gaan wij er het beste van maken. Dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. Kijk je trouwens naar die serie van Hendrik Groen? Nee, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Maar hij zal ooit wel op DVD op zondagavond, ja, dat zal wel. Maar dat is dus het tegenovergestelde. Ja, zo'n ouderwetse. Van het verzorgingshuis waar het allemaal mopper is. En alles wordt bezuinigd en beknibbeld. Want uiteindelijk ben, en daar moeten wij heel serieus over zijn. Wat jullie doen heeft wel te maken met je financiële staat. Zeker. Je kan wel zeggen van we gaan alles vieren en trakteren. Maar dat moet ook wel betaald worden. Ja. Maar als je dus een, zeg maar, want het gemiddelde in Nederland is bijna 7%. Als je 3,5% minder ziekteverzuim hebt en ze rekenen in Nederland met 6%, hou je daar dus een aantal tonnen aan, hou je een miljoen aan over. Ja. Ja. Wij zijn goed, zeggen we altijd. Het is geen tijd voor valse bescheidenheid. Als wij gaan onderhandelen met zorgverzekeraars. Kijk, die zorgverzekeraars die gaan Nederland door. Die zeggen, je moet tekenen bij het kruisje. Wij zeggen tegen die zorgverzekeraars, wij zetten het kruisje, daar moet jij tekenen. Ja. Dus we hebben wel de betere tarieven. Ja. En we hebben altijd in het verleden heel erg goed geïnvesteerd in vastgoed. En ook met leningen. We zijn altijd met geld omgegaan zoals je dat thuis doet. Dus als je de mogelijkheid hebt om een lening vroegtijdig af te lossen of over te sluiten, hebben we dat gedaan. Ja, dat grapje levert ons jaarlijks 3 miljoen euro op. Dus wij gaan met een voorsprong van 4, 5 miljoen euro per jaar, beginnen wij aan elke wedstrijd. Ja, maar dat is lekker spelen. Dat is lekker spelen. Ja, dat is lekker spelen. Hoef je geen warming-up te doen. Nee. Ben je vanzelf al warm. Hey, dus dat gebakje, dat kan. En een leuk extraatje. En gewoon al die dingen die wij doen. Iedereen die elk jaar gewoon een hele dag op een beleidsdag gaan. Hè. En we hebben 1900, we kopen 1900 kerstpakketten dit jaar. Vorig jaar waren er nog 1800, nu 1900. Die kopen we trouwens ook niet kant en klaar. Wij zitten goed. Die zoeken we helemaal uit. En dat is straks weer, daar maken we feestjes van. Ja. Dus want ze zeggen van dankjewel. Want die mensen die verdienen dankjewel. Ja. Maar Ben, even van de week was ik bij de opening, althans de eerste steenmetselen bij Park Entree. Dat is op de Parkweg. Dat was wethouder Houtkamp ook. En toen zei de directeur van Blauwe Hoed, dat is toch wel een bedrijf in Nederland, zei van hoe uniek dat is, hè, dat mensen dus op latere leeftijd er kunnen blijven wonen, voor elkaar kunnen zorgen. Dat moet ook. Je moet een soort afspraak maken dat je sociaal met elkaar omgaat. En tegelijkertijd zei hij in diezelfde zin even, want de verzorgingstehuizen gaan dadelijk verdwijnen in Nederland. En toen dacht ik van, dan hebben we het over toekomstvisie. Want niet overal in Nederland worden dadelijk Frankenland-dependances gebouwd. Nee. Hoewel. Ja, we blijven gewoon in Schiedam wonen. Je blijft in Schiedam, hebben wij geen probleem. Nee, we gaan zeker niet verder dan Schiedam. Dus we hebben natuurlijk in de afgelopen 10 jaar dat eerst maar herhaaldelijk het verzoek gehad om, wil je niet met ons fuseren? Wij zeggen altijd nee. Nee. Want wij vinden 5 locaties meer dan genoeg. Dat is ook een VIMG, 5 is mooi genoeg, zeggen we altijd. En waarom? Omdat wij niet willen dat, of ik het nou ben, of een van de directieleden of een manager, dat je de navigatie nodig hebt om een locatie te vinden. Ja, en daar niemand kent. Dat gaat dus niet werken. Nee. Als het dan goed gaat, is het louter toeval. Ja. En ik hou niet zoveel toeval. Eigenlijk is dat wat ook in het onderwijs is geweest. Op een gegeven moment kwam er een situatie dat scholen moesten maar fuseren en ze fuseren. En nu zijn we weer terug naar zelfstandige units die gewoon bestuurbaar zijn. Is dat een beetje de vergelijking? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik bedoel, het is toch een illusie om te denken dat als je zeg maar 20 van die huizen hebt en je wil iets veranderen, dat zeg maar binnen een jaar gebeurt. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Er zitten te veel schakels tussen. Ja. Kijk, wat wij kunnen doen, ik zeg al onze 1900 mensen zien wij dus 1 keer per jaar minimaal persoonlijk 1,5 uur op een beleidsdag. En dan vertellen we ze weer van wie zijn we ook alweer, waarom doen we het, wat zijn de plannen, wat hebben we allemaal gewonnen. En iedereen hartstikke trots en blij. Ja. En trouwens wij ook, wij krijgen er heel veel, want we doen dat met z'n 4, 3 directeuren en ik. Wij wisselen dat af, dus we doen er allemaal zo 25, 26 keer rijden we naar Rokanje heen en weer, want daar doen we die daar. Ja. Gebak erbij, feestje, blijven slapen, uit eten. Ik heb een kilometer vergoeding, hè? Ik wel, nee, mijn salaris is dat niet nodig. Dat is bij de omroep ook al een heikelpunt. Mijn salaris is dat niet nodig. Nou, die vraag, die streep je door, man. Die over het salaris van Erik. Hebben we gehad. Okay, tenslotte, Ben, even iets van een andere orde, sluiten we het bij af. Annemarie van der Lindenprijs komt er weer aan. Ja. Wanneer, waar, hoe, wat? Wat is het? Even, wat is het voor prijs? Oud collega van jou? Zeker. Annemarie is eind 2015 met pensioen gegaan. En Chris Omer, de voorzitter van het bestuur van DSW, die heeft haar, die liep al jaren te zeuren over wat kan ik haar cadeau doen. Want Annemarie heeft bijvoorbeeld zijn huisvorm uitgezocht in Spanje en de relatie is heel erg goed.
En toen had hij bedacht dat bij haar vertrek heeft hij de Annemarie van der Linden prijs ingesteld. En dat betekent, hij stelt 5 jaar lang 25.000 euro aan haar ter beschikking. Ja. Om zeg maar een initiatief mee te belonen in de zorg of in de welzijns of in die sector. Met een aantal andere juryleden, dus Dirk Pons van DSW zit in de jury, Jan Driessen, de neuroloog, Els Nauta, ik zei de gek, naast Annemarie dan, die is voorzitter. Dus we hadden geloof ik dit jaar weer 25 of 30, tussen de 25 en 30 inzendingen. En we hebben een aantal weken geleden hebben we de 3 genomineerden uitgezocht. Zitten echt weer hele leuke projecten bij. Wij krijgen er allemaal wel heel veel energie van. Ja. En volgens mij is het 7 december, achter in de middag in het museum. Omdat toevallig, we hadden het graag hier willen doen, maar dat was toen bezet. Ja, klopt. Maar dat geeft niet. Dus het heeft ook wel wat om. Want het is natuurlijk een Annemarie heeft 30 jaar hier in het Schiedamse gewerkt. Dit is een heel markant pand. Ja. Ik vind het museum is een markant pand. Absoluut. Misschien gaan we dan volgend jaar wel naar de Korenbus. Ook een geweldig pand natuurlijk. Of naar het theater. Of bij jou thuis. Of bij mij thuis. Dus ook een heel markant pand. Als ik er niet ben, is het zeker een heel markant pand. Maar je krijgt van dat soort dingen wel energie. Hè? Ik zit ook in het bestuur van Fonds Schiedam-Vlaardingen. En we hadden gisteren zo'n beleidsmiddel project te kijken. Maar dan kom je bij de voedselbank in Maassluis en bij de Jet Foundation in Vlaardingen. Ja, en ook bij de Spring Foundation. Als je ziet wat voor energie mensen steken in armoedebestrijding van jeugd. En wat ze voor kinderen doen. Varieert het van een Sinterklaasfeest tot voedsel, tot winterjassen. Dan denk ik van ja. Als er nou mensen verdienen om in het zonnetje te staan, dan zijn dat wel dat soort mensen. Ja. Oké. Okay. Ben, we gaan het afsluiten. Jullie gaan dit weekend nog even wat nafeesten. 7 keer goud. Dat altijd. Moet je niet in een dag vieren. Altijd. Dat moet je altijd een beetje afbouwen. Dat moet je spreiden. Ja. Als we nou net voor de kerst klaar zijn, dan kunnen we daar weer wat nieuw tegenaan gooien. Ja, nee, dan is het goed. We gaan je bedanken. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Ik ga vanmiddag maar eens naar de sauna. Eerst nog even wassen. Waar kunnen we je tegenkomen? In Barendrecht. Okay. Waar kan ik je tegenkomen? Je wou afspreken. Ben, dankjewel voor het langskomen. Okay. Dankjewel. Hallo. Now we see everything that's
Okay, is goed. Lieve mensen, welkom terug weer bij Wenneke Live. We gaan aan het laatste half uurtje beginnen, maar dat wil niet zeggen dat de onderwerpen minder worden. Want we hebben aangeschoven gekregen Marcel... Sadeldin Berghout. Ja, ik zal het zo uitleggen. En Jolitia, dat komt... goedemorgen overigens. Goedemorgen. Je was van de week was je Marcel Houtkamp. Ik ga nu al je als wethouder behandelen, maar dat is niet de bedoeling. Nee. Hey, waar zit je zelf op school? Ik zit op het Lentes Live College Schiedam. Dat is achter het station Schiedam Centrum. Ja. En eigenlijk vanaf kleins af aan dat je geïnteresseerd bent in politiek? Helemaal niet. Nee? Ik ben iemand die heel veel houdt van toneel en theater en zo. Dat is heel maar ik werd één keer aangemeld voor het jongeren-jeugddebat. Ja. En toen merkte ik dat ik daar wel zeg maar een soort talent in heb met discussiëren, debatteren en zo. En hadden ze me uiteindelijk gevraagd of ik misschien wel meedoen met het jongerencollege. En ik dacht, waarom niet? Even het jongerencollege, vraag het even om uitleg. Wat is de bedoeling daarvan? Wat is dat? We hebben zelf in Schiedam met het college. En dan bespreken ze samen adviesnota's. Wat ze goed vinden, wat ze aannemen, wat ze aan gaan houden en nog bespreken. En ze wouden een keer de jongeren bij trekken om te kijken hoe wij denken over de adviesnota's en hoe wij willen hoe de stad er in de toekomst eruit gaat. Dus jullie waren een dag lang wethouder en een van de dames was de burgemeester, hè? Klopt. En jij was wethouder Houtkamp. Ja. Ja. En je gaf zelf al een ander interview van ons aan. Dat er aardig wat onderwerpen waren waarvan je al had verwacht. Van, je hebt dat allemaal gelezen, tikkeltje saai. Hoe is dat dan in zijn werking gegaan die hele dag? Nou, we hadden het ook daar bekeken en een beetje doorgelopen. We waren ook bij de gemeentebespreking, bij de gemeenteraad. En ik merkte ongeveer hoe dat ging en zo en hoe ze denken daarover. Dus begreep ik die adviesnota's beter. Maar hoe zeg dat? Thuis heb ik wat ik helemaal niet interessant vond, heb ik gewoon opzij gelegd. Ja. En ging ik kijken naar wat ik echt interessant vond. En ik merkte ook dat het steeds leuker begon te worden, aangezien iedereen zijn mening daarover had en begonnen discussies te ontstaan. En dan kon je weten hoe anderen erover dachten en hoe jij erover denkt. En kon je het met elkaar vergelijken en zo en kijken hoe we samen uitkomt op een besluit. Ja, en wat waren dan juist de onderwerpen die jou aanspraken? Zoals leefbaarheid en veiligheid, stadsmarketing. En dat waren de enige onderwerpen die me echt aantrokken. Ja, en heb je aardig over gediscussieerd? Ja, vooral bij leefbaarheid en veiligheid. Ja. Er spraken me dingen aan zoals discriminatie in Schiedam en zo. Ja. Dat het juist is toegenomen. En ik vroeg me af welke doelgroepen werd er eigenlijk nagevraagd, naar wie zijn die enquêtes toegestuurd. En ik hoorde het zijn alleen maar 18-plussers en ik vond dat juist heel jammer, want onder jongeren gebeurt er ook heel veel discriminatie, ook op school en zo. Dus ik dacht van waarom is er niet de jongerenmonitor bijgeroepen en het is alleen de volwassenenmonitor bijgeroepen. En dan hadden we de besluit gemaakt dat bij de volgende enquêtes dat er ook de jongerenmonitor bij wordt getrokken. Ja. Zodat ze ook meer enquêtes binnenkregen, want er was iets met een wegingsfactor. Ja. En ik was daar niet mee eens, want jouw buurvrouw misschien denkt er heel anders over en heeft dat wel ingevuld en jij hebt niet ingevuld en dan telt die van haar drie keer meer mee ofzo. Dus ik vond dat niet nodig en ik vond dat het wel veranderd moest worden. Even naar Jolitia. Wij kennen Jolitia al wat langer, want die loopt ook bij ons op de achtergrond stage. Jolitia, wat maakt politiek nou zo moeilijk? Hoe belangrijk is de taal in politiek? Dat je de woordjes begrijpt. Want ik hoor je collega, klasgenoot nu al termen roepen. Ja. Waarbij ik denk, je bent al helemaal in de kou gevallen. Je gaat al in politieke woordjes. Wordt daar aandacht aan besteed? Daar zo. Ja, op school ook van politieke woordjes. Want hij had het al over nota's en weet ik het allemaal wat. Nou, als je er niet echt in gaat, dan hoor je er ook niet echt veel van op school. Nee. Maar hoe leuk is het om een klasgenoot te hebben die een dag Marcel Houtkamp is geweest? Ja, heel leuk. Hij vertelt me echt heel veel dingen. Ja, wat heeft hij bijvoorbeeld verteld? Van dat je hele moeilijke gesprekken hebt en zo. Ja. Ja, ja. Maar vinden ze het leuk in de klas dat je klasgenoten in een soort gemeente... Oh nee, ik ken hem alleen hoor. Wat zeg je? Hij zit niet in mijn klas, ik ken hem alleen van mijn klas. Jij kent hem alleen, oké. Okay, ja. Nou, kijk uit als je in de politiek zit met dit soort dingen, want dit levert misverstanden op. Maar wat ik net zei, hè, ben je veel moeilijke woorden tegengekomen in die nota's? Ja, heel heb je niet veel. Gelijk geroepen van wat is dit, wat is dat?
Ja, heel veel. Ik heb zelf zitten googlen en zo. Er zitten zelfs scheikundige namen in dat ze gebruiken als normale woorden. En dan denk ik van, dat is niet nodig. Nee. En daar waren twee begeleiders die vonden dat belangrijk, dat we doorgeven welke woorden moeilijk waren en welke we eigenlijk niet nodig vonden. Want bijvoorbeeld, er werd een moeilijk woord gezet en dat tussen haakjes het makkelijk woord. Waarom zet je niet gelijk het makkelijk woord? Ja. Dus, dus dat is allemaal doorgeweld en zo, om te kijken om het leuke en makkelijker te houden. En zo'n woord cohesie, dat betekent aantrekkingskracht, zag ik op Google staan. Kijk. En dan denk ik zo van, waarom staat er niet gewoon sociale aantrekkingskracht in plaats van sociale cohesie? Dat zijn woorden die je soms denkt van, waarom? En toen vroeg ik me af, die enquêtes die worden doorgestuurd, krijgen mensen die moeite hebben met Nederlands dat ook zo binnen? Dan gaan ze kijken naar die enquête en dan denken ze, wat betekent dit? Is dat de reden waarom jonge mensen toch ook afhaken, omdat ze gewoon niet begrijpen wat er staat? Ik denk van wel, want ik ben misschien wel gaan doorvragen, zelf gaan opzoeken wat het betekent. Want je hebt ook van die jongen, ja, ik ga niet eens moeite hiervoor doen, want het is te moeilijk hiervoor. Maar ik heb die moeite nog wel in gedaan en zo. Dus ik ben zelf gaan ontdekken wat bepaalde woorden betekenen en zo. Dus ja, daarom begrijp ik nu wel veel woorden in de politiek nu wel. En nu een dagje hebt meegedraaid, hè, met je rapproef hebt. Zeg je van, nou ja, wil ik toch misschien niet naar de toneelschool, maar toch de politiek in? Nee. Nee? Ik hou het op acteren. Nou, ik weet niet. Het is gewoon niet mijn ding om op een hogere macht te zitten om te gaan bepalen. Ik zou wel mijn mening willen meegeven aan mensen en zo. Maar het is niet dat ik zelf die actie in zou voeren. Zo. Ja. Jolitia, mensen uit jouw klas en van school. Zijn jonge mensen geïnteresseerd, denk jij, in politiek? Nee. Waarom niet? Nou, mijn klas dan niet echt. Nee? Waarom vinden ze het niet leuk? Ze zijn meer van de sport en social media. Ja, ja. Maar daar heeft politiek eigenlijk ook veel mee te maken, hoor. Want je hebt wethoudersport, je hebt ook wethouders qua internet en social media. Dus eigenlijk als je daarin volgt, weet je ook ongeveer wat er gaat gebeuren in sport en op het internet. Ja, want het was nog een stukje wat je interessant vond, was stadsmarketing, hè? Ja, stadsmarketing ging over de Hoogstraat die langzaam leeg begon te worden. Maar hij is al een tijdje, hoor. Ja, al een lange tijd, maar ik zeg je eerlijk, het was me niet eens opgevallen. Pas toen ze dat zeiden, liep ik door die straat en dat viel me inderdaad op. Totdat je er nu op ging focussen. Ja, toen dacht ik van, inderdaad, het is wel heel veel leeg, maar heel veel mensen zien het als iets slecht. Maar ik dacht juist van, dit is eigenlijk een kans voor jongeren die willen ondernemen. Hebben ze eindelijk de kans om toch iets zelf te gaan beginnen. Iets unieks of iets wat ze altijd voor idee hadden wat moeilijk is. Want heel veel mensen zien in marketing meestal Rotterdam voor zich of andere grote steden. Maar ik denk dat Schiedam daar ook een goede plek voor is, omdat het nog een klein stadje is en daar komen ook heel veel toeristen en zo. Ik denk na afloop van dit gesprek dat je door 5 politieke partijen vanavond gebeld wordt. Want politieke partijen willen heel graag jonge mensen weten wat willen jullie, hoe gaan we het doen. Maar dat is het bekende moment, ja, wat jij ook zelf zegt. Ja, heb je er dan zin in of haak je af? Maar als je mening ertoe doet. Ja, tenminste als mijn mening er wel invloed in heb gehad, dan is het wel leuk om te horen van er is wel naar me geluisterd. Maar want ik ben ook uitgenodigd om te horen wat uiteindelijk de besluit is. En als het besluit echt totaal anders is wat wij allemaal hebben besproken, dan denk ik echt van... Dan haak je al gelijk al. Ja, dan denk ik zo van, ja, als politiek inderdaad zo werkt, dan ga ik helemaal niet de politiek. Zo werkt het. Ja, helaas. Zo werkt het natuurlijk. Waren de 5 wethouders en de burgemeester ook daarbij? Bij de besluit. Jij was meneer Houtkamp. Ja, heeft hij jou dan, net als in The Voice, heeft hij jou persoonlijk gecoacht? Nee, het was niet zo gegaan. Het was bij de eerste ontmoeting met z'n allen. Gingen we een beetje bespreken, leerden we elkaar kennen, zagen we aan elkaar wat we allemaal geïnteresseerd in waren. En aangezien ook de adviesnota's die we interessant vonden, kon je langzaam merken welke adviesnota we steeds... Adviesnota, ook weer zo'n mooi woord. Ja. Adviesnota, dat is een, hoe heet het, een dossier met wat bijvoorbeeld over die Hoogstraat wordt een bepaalde aanbod gedaan. En dan gaan ze een lezer erin en dan gaan ze samen een besluit nemen of ze het aannemen of dat ze het afwijzen. En misschien nog aanhouden door een paar passingen aan te passen. Zo. Ja. Dus hoe kijk jij naar Schiedam? Wat vind je dat voor stad? Wat is de goed en slecht om het maar simpel te houden? Ik ben eigenlijk opgegroeid in Rotterdam. Toen kwam ik een paar jaar geleden in Schiedam wonen, in Schiedam Noord. Ik wist niet eens dat het Schiedam Noord was. Toen ontdekte ik dat Schiedam best groter was dan ik dacht. En maar daarvoor zag ik Schiedam niet echt als een stad. Ik zag het als een dorpje naast Rotterdam. Een dorpje. Het dorpje van Wim Zonneveld. Ja, zoiets. Ja. En toen kwam ik echt in Schiedam. Toen merkte ik dat het best groter dan ik dacht. En er is best wel veel hier. En toen dacht ik van wel jammer dat dat heel veel mensen negatief soms denken over Schiedam. Zoals zeggen ze, Passage is best wel klein en dat soort dingen. Maar ze hebben niet echt gezien nog Hoogstraat erachter of dat er nog meer winkels in de buurt zijn. Dus, maar
ik vind dat ze dat meer moeten exposen op het internet, laten zien wat Schiedam eigenlijk allemaal heeft. Dus jij zegt de promotie van Schiedam kan beter? Ja, kan veel beter eigenlijk. Zoals, noem eens wat, want er zitten nu mensen te luisteren en te schrijven die denken, joh, hij weet het. Bijvoorbeeld over de Hoogstraat. Het wordt juist niet zoveel over verteld, vind ik. Want heel veel jongeren die denken, gaat de Hoogstraat leeg of is het al lang al leeg? Ik vind dat ze het juist moeten promoten, laten zien van de Hoogstraat is leeg, er is nu kans om hier iets te gaan beginnen. Kom allemaal naar hier toe. Studenten die ideeën hebben, zo. Ja. Alles kost geld. Precies, dus ik vind niet dat per se Schiedam alleen de stadpromotie moet doen, maar ook bijvoorbeeld bank met bepaalde hypotheken en leningen die graag daar geïnteresseerd zijn met mensen met nieuwe ideeën die graag leningen willen doen. Ja. Dus Prinses Maxima doet dat, hè? Die geeft microkredietjes, kleine bedrijfjes, klein beetje geld om te beginnen. Ja, we zullen ze eens bellen voor dit programma. Als ze kijkt, dan weet ze het wel. Een van je collega's was de burgemeester, was een vrouw. Ja, hoe verfrissend was dat? Nou, ze deed het goed volgens mij. Ja, ze deed het echt heel goed als ik mag zijn. Nog beter dan de echte burgemeester. Niet boos worden. Also. Nee hoor, nee, we schrijven je nog niet uit. Nou, meneer Lamers, als u kijkt. Nou, maar ze deed het echt heel goed, want hoe zeg je dat? Zij mocht niet zeg maar, zelf besluit nemen. Zij moest eigenlijk luisteren en kijken wat iedereen vond. Dus dat is inderdaad moeilijk, want als ik niet mijn mening mag vertellen en alleen moet luisteren wat anderen vinden en samen een besluit in elkaar kunnen zetten, is het wel moeilijk als je een eigen andere mening hebt. Dus ik vind dat ze het inderdaad heel goed heeft gedaan, goed geluisterd naar ons. Ja. En ze heeft echt alle adviesnota's doorgenomen, zodat wat ik niet zou doen. Nou, dan weten wij al wie de nieuwe burgemeester van Schiedam gaat worden, toch? Ja, precies. Maar zij, dat was wel een goeie. Oké, okay, hoogtepuntje van de dag? Ja, precies. Wat was het leukste? Wat het leukste was, eigenlijk die discussie is dat ik eindelijk zag van wat de anderen, hoe ze keken naar mijn adviesnota, wat ik ervan vond. En dan kreeg ik ook andere mening te horen. Sommigen waren met me eens, sommigen niet. En dan kreeg ik ook te horen waarom. En dat maakte soms veranderde mijn mening ook daarbij van, misschien moeten we het toch beter zo gaan doen en zo. Dus ik ben ook iemand die van discussies houdt en zo. Dus dat was wel leuk om te doen. Dus eigenlijk vat je samen van, jonge mensen moeten zich meer laten horen in Schiedam. Even door de zure appel heen bijten. Even dat begin, dat doorlezen, die moeilijke woorden. Ja. Maar daarna zou het wel eens leuk kunnen worden. Precies. En vergeet niet, dan wordt je woordenschat ook vast wel groter als je gewoon nieuwe woorden leert. Dat geloof ik. Nee, ik denk dat we hem zo wel een beetje hebben inderdaad. Als je dan volgend jaar gevraagd wordt, doe je dan weer mee? Ja, tuurlijk. Dat dan weer wel? Ja, dat wordt wel leuk. En Jolitia wordt dan burgemeester? Ja, vast wel. Mooi met die toeter om jou. Hey jongens, ontzettend leuk dat jullie geweest zijn. Want ja, jonge mensen, mevrouw De Groot van het AOV zei het al, die moeten het dadelijk voor het zeggen krijgen. Nou, als iedereen zo discussieert zoals jij, dan ga ik vanavond weer wat rustiger slapen. Hartstikke goed, complimenten. Bedankt voor jullie komst. Dank je wel. Why yo, why yo, why yo, why yo, are we so in denial when we know we're not happy?
Zo mensen, we zijn weer terug bij Wenneke Live. Ja, het laatste kwartiertje gaat al erin. Maar wat een complimenten voor deze jonge mensen, Mandy. Zeker, en de knap, mooiste hoor. Opmerking maakte die toch wel, maar die zullen we niet herhalen. Maar ik weet al wie de nieuwe burgemeester wordt. Ja. Nou, daar zijn we heel blij mee. Hoewel deze burgemeester natuurlijk ook zijn best doet. Zoals gezegd, het laatste onderwerp. We gaan praten over de wijk Oost. Er was een initiatief. Oost pakt door. En Mandy en Joost hebben elkaar al ontmoet. Joost Krop, goedemorgen Joost. Nou, jullie hebben al eens een gesprek gevoerd, dus ik mag afbouwen. Een tijdje geleden inderdaad. Ja. Was volgens mij onder de, het was echt in de wijk zelf. Was in de wijk, ja. Toen ging het volgens mij net wat beter met de wijk. En ik heb toch doorgekregen dat het veiligheidsniveau ietsje minder is geworden. Ja, klopt. Hoe komt dat? Ja. Dat is een hele goede vraag. Als we dat wisten, dan konden we het ook makkelijker oplossen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik altijd een beetje mijn twijfels heb bij die cijfertjes. Want... Je hebt de vaste cijfers, dus echt feiten van bijvoorbeeld overvallen, aantal fietsendiefstallen bijvoorbeeld is toegenomen. Maar overvallen is afgenomen, woninginbraken zijn drastisch afgenomen. Alleen een ander deel van zo'n onderzoek is het gevoel wat mensen hebben, het veiligheidsgevoel. En die is slecht. En eerlijk gezegd denk ik wel eens van ja, als mensen, hoe harder je roept dat het onveilig is... Als je vervolgens een poll gaat houden onder mensen, dan gaan ze ook zeggen, ja, maar het is heel onveilig. Dus het zit denk ik ook wel eens in je hoofd. Ja. Het is heel moeilijk om daar een vinger op te leggen. Maar wat wordt er dan gezegd door de bewoners? Van de mensen die je zelf spreekt? Onveilig, veel rommel op straat. Het is ook wel bekend dat rommel geeft een gevoel van onveiligheid. Er is gewoon veel zwerfvuil, dat zie je. Er wonen veel Oost-Europeanen. Dat is ook iets wat mensen best moeilijk vinden om aan te wennen. Mm-hmm. Parkeren, verkeer, dat zijn allemaal wel dingetjes die je veel terug hoort. Maar we zitten nu wel in een tijdperk dat mensen hebben zoiets van, ja jongens, we kunnen nog jaren blijven praten. We willen gewoon actie, we willen resultaten zien. Ja. Even over dat initiatief, Joost, waarom heb je dat genomen? Oost pakt door, hoe moeten we dat zien? Dan zal ik even proberen kort samen te vatten. Het is niet de initiatief wat ik heb genomen. Het is iets van de Rijksoverheid. Het is ooit een master circle gedaan. Mm-hmm. Waarbij we gesprekken hebben gevoerd met zes belanghebbenden van de wijk. Waaronder Ben de Koning, die hebben jullie vanmorgen gesproken, zag ik. De wethouder Mario Stam, districtchef van politie, Sjoerd Top, Bob Venhuizen van WoonPlus. Dat zijn wel de toppers letterlijk. Peter Jonkers van Primo en ik zit er als bewoner, omdat we zoiets hadden van bewoners zijn ook belanghebbenden van de wijk. Dus, ja, die zijn de wijk. Ja, ja. En dan hebben we om de maand praten we met elkaar van wat kunnen we nou doen en hoe kunnen we Oosterlingen bewegen om zelf hun wijk te verbeteren. Wat kunnen we daar samen in doen? Dus meer die niet van bovenaf opleggen, maar hoe kunnen we het meer samen doen? Dat heeft geleid tot het Pact van Oost, want op een gegeven moment hebben we eigenlijk een beetje met de vuist op tafel geslagen van ja, we zitten nu al een jaar te praten hier, ja, precies. In dat torentje. Nou moeten we gaan doen. Dus we hebben een aantal punten opgeschreven van hier gaan we voor en daar hebben we allemaal onze handtekeningen onder gezet en gezegd dit gaan we doen. En waar hebben jullie dan je handtekeningen onder gezet? Wat gaan jullie doen? Wat gaan we doen? Ja. Ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal in mijn kop zitten, maar het gaat over woonoverlast. Daar hebben we wat dingen over gezegd dat we aan willen pakken. Hoe? Door meer door te pakken op de rotte appels, van hoe gaan we die aanpakken? Want er zitten bijvoorbeeld wat panden die zijn behoorlijk aan het verloederen. En eigenaren zijn heel moeilijk te dwingen om die panden op te knappen. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld, heeft Mario Stam gesprekken gevoerd, ook met juridische afdelingen, van wat kun je nou wel doen. Ja. De Rotterdamwet, die gaat komen. Dat is ook iets wat we in het pact hebben besproken, van daar gaan we kijken of we dat ook in de Oost kunnen gaan doen. Ook initiatiefnemers meer stimuleren om dus bewonersinitiatieven van hoe gaan we die wat duurzamer ondersteunen. Nou, dat is iets waar ik me dan heel erg hard voor maak. Mm-hmm. Om maar even wat te noemen. Veiligheid, waar het gaat om politie-inzet, nog versterken, preventief fouilleren, maar ook communiceren, van beter communiceren van wat doen we nou eigenlijk allemaal. Want er wordt vaak geroepen van ze doen niks.
En dan kun je natuurlijk niet van tevoren gaan zeggen vanmorgen gaan we op die, dat en dat adres een inval doen voor een hennepkwekerij. Dat kun je niet doen, maar je kunt wel wat beter dat communiceren hoeveel hennepkwekerijen er nou in het afgelopen jaar zijn. En wat aardig was, jullie hebben steeds dilemma's gesteld, ja, hè? Sjoerd Top, wat overigens een kanjer van een politieman is, want hij heeft hier in Schiedam is die hoofd geweest de hele tijd. Ja. Er werd er gezegd van, nou wat willen jullie nou, meer blauw op straat of wat was het, meer politie en burger. Meer politie en burger. En dat was lastig, hè, voor de bewoners. Ja, dat is ook eigenlijk de kern van deze avond, was ook een beetje om mensen aan het denken te zetten en mee te nemen in de dilemma's waar een overheid ook tegenaan loopt. Ja. En er zijn heel veel van dit soort dilemma's. Van meer blauw op straat betekent inderdaad dat je aan de andere kant iets moet weghalen, want je kunt niet een blik met agenten opentrekken. Nee. Camera toezicht is iets heel moois, maar er zijn natuurlijk ook mensen die vinden dat weer onprettig in verband met de privacy. Ja, dat zijn allemaal hele ingewikkelde dilemma's en dat was het doel van de avond. Ja. Nou, was dat met die uitkomst van die camera's, was geloof ik wel eenduidig dat mensen zeiden van hup aan die camera, ja, want wij hebben niks te verbergen. Als je niks te verbergen hebt, heb je geen problemen met camera's. Ja. Dus denk ik ook. Heb je nou het gevoel dat na afloop van zo'n bijeenkomst, waar toch heel wat hotenmethoden waren, dat er nou daadwerkelijk iets ontstaat van, nou jongens, nou gaat het echt gebeuren? Want daar wacht men maar op, hè? Nou, en dan kunnen ze heel lang wachten, om daar veel bot te zeggen. Want daar vind ik zelf een beetje het probleem. We zitten met z'n allen te wachten tot er iets gebeurt. En dat vind ik een beetje containertermen, want zij moeten iets doen. Men moet zus, ja, men moet zo. Ja. We wilden die avond eigenlijk ook een beetje de boodschap meegeven. Wat kun je nou zelf doen? De bewoners zelf. Ja. Ja. Ja, want er zijn best veel dingen die je zelf kunt doen. Waar het bijvoorbeeld gaat om melden. Ik zelf gaf een workshop over huiselijk geweld en dan valt het mij toch op dat er veel mensen zeggen van nee, ik ga de politie niet bellen. Dat doe ik niet. Mm-hmm. Dat is ook weer zo'n dilemma, hè? Ja. Ja, als je dat niet doet, ja, dan zal er ook niet snel iets kunnen gebeuren. Nee, daar zijn dingen die dus ook bewoners. Nee, als niemand iets meldt, dan kan de politie, dan kun je nog zoveel agenten op straat zetten, maar dan weten ze niks. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen van, ja, daar kun je dus zelf ook iets aan doen. Maar dan ontstaat er dus een padstelling eigenlijk. Van ja, wat gaan we nou doen? Ja, en die padstelling is volgens mij op dit moment het grote probleem van de nieuw te ontwikkelen participatiesamenleving. Want we hebben te maken met een terugtrekkende overheid. Het eerste effect is dat burgers zich ook gaan terugtrekken. En dan staat iedereen te wachten tot er iets gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. En daar moeten we naar zoeken van hoe kunnen we nou elkaar meer stimuleren om het samen te doen. Ja. Er zijn dan natuurlijk in bepaalde wijken, hè, dat ze een app hebben. Iedereen heeft tegenwoordig een app die je dan downloadt, waarbij je met de hele wijk elkaar op de date kan houden wat er gebeurt. Ja. Is dat bij jullie ook zo? Ja, dat is ook zo'n buurt WhatsApp groep. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat dat iemand een fiets gejat ziet worden, dan zet hij dat op die app. En ja, van jongen met een blauwe jas met capuchon, ik roep maar wat. En dan kan iemand anders, die ziet dat, en die kan zeggen van, hey, ik zie hem nu in de Oomstraat lopen. Nou, vervolgens kan de politie daarbij meekijken en zien van, hey, wacht even, hij loopt daar, hij loopt daar, hij loopt daar. Het maakt de opsporing makkelijker. Ja, merk je dat er ook gebruik wordt gemaakt van de app door de bewoners? Er wordt gebruik van gemaakt. Ik zit er zelf niet in. Wat zei? Het mag nog meer. Het mag nog meer, ja. Okay. Ja. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet precies, want ik zit niet in die appgroep. Okay. Even over die bewoners, hè, want dat is ook een beetje de teneur vaak van mensen die in Oost wonen en het naar de zin hebben. Of ja, die een beetje accepteren zoals het is. Wat vinden zij wel positief aan hun wijk? Want het vinden altijd zo triest dat het altijd zo kommer en kwelachtig overkomt. Ja, dat vind ik ook. Want ik vind Oost in ieder geval een hele leuke wijk. Ik woon er zelf ook. En een heleboel mensen die, en dat vind ik het bijzondere, die roepen wel dat het kommer en kwel is. Maar stiekem vinden ze het een hele fijne wijk. Ja. En dat roepen ze ook omdat ze hart hebben voor hun wijk. En dat gevoel, denk ik, daar hoop ik dat we daar in de toekomst wel meer naar voren kunnen krijgen. Want dan gaan mensen er ook vanzelf blij over worden. Er was onlangs was de NOS met Nieuwsuur in Oost, bij Onderstroom. Mensen waren van tevoren bang dat het heel negatief zou zijn. Maar zij belichten toch ook allerlei leuke initiatiefjes. Hè? Van eetgroepen heb ik gezien. Maar ja, wat je zegt, het moet een sneeuwbaleffect worden. Ja. En dat moeten jullie nou met dat pact voor elkaar gaan krijgen. Ja. Ja.
Met wat voor gevoel hebben jullie het nou afgesloten? Ook ten opzichte van de houten methode. Komt er een terugkomdag? Gaan jullie ermee verder? Want ik ben al zo triest als iets eenmalig is en dan is het weer geweest. Ja, nou dat is ook niet... dit is niet eenmalig hoor. We hebben dat pact gesloten, die handtekening gezet. En daar zit geen einddatum aan of zo. Van, okay. We blijven daarmee doorgaan. Alleen zijn we wel wat minder met elkaar in het torentje gaan vergaderen. Omdat we zoiets hadden van dat is nou niet heel effectief. En daarom organiseren we dit soort avonden. En die gaan er meer komen. We hebben er in mei eentje gehad. Mm-hmm. Dat was eigenlijk meer de aftrap van hoe we het in de toekomst gaan doen met dat Pact van Oost. En dit was de eerste. En elke keer op een thema. En dit, nu was het thema veiligheid. Ja. Ja, wat het volgende thema is, weet ik niet. Maar nou is het zo dat in het voorjaar komen er politieke verkiezingen. Ja. Mensen willen graag uitstralen van onze partij doet dit. Ik zou als ik jullie was alle politieke partijen aanschrijven. En gewoon Oost op de agenda laten zetten. Toch? Ja. Kunnen ze met de verkiezingen, kunnen ze wat doen? Ja. Zet hem erop, Joost. En, Joost, we gaan je bedanken, maar we kregen het seintje dat we zo langzamerhand toe zijn. Ga je vandaag nog wat cultureels doen? Want dit programma was een beetje in de cultuurhoek. Om heel eerlijk te zijn, ik ga zo meteen mijn overal aantrekken en ik ga naar de buurtwerkplaats, want we hebben nog wat fietsen op te knappen. Kijk, dat zijn nou mooie initiatiefjes doen. In Zeker. Oost. Ja. Mandy, ik laat het aan jou over om de show af te sluiten. Oké. Okay. Nou Joost, hartstikke bedankt voor je komst. Veel plezier straks. En alle kijkers thuis, heel erg bedankt voor het kijken. Jan-Willem, ook bedankt voor de steun en support vandaag. Graag gedaan. Dit was de eerste keer. Ja, dat ik niet te dominant, want er zijn nee, zeker niet. Ik was heel blij met jouw verzoek. Heel blij. Op jouw verzoek. Zeker weten. Ben even één ding. Morgen tussen 10 en 12 herhaling. De herhaling. En even die jongelui bedanken die daar achter de knoppen zitten. Ja, mannen. Allemaal ook heel erg bedankt. Toppers. Ja. Yes, dankjewel. Succes.